Dames en heren, de vergadering is geopend. De heer Mark Hendricks is afwezig wegens ambtsverplichting. Mevrouw De Vroe, mevrouw Soete en de heer Van Bezien zijn afwezig wegens familieverplichtingen. De heer... ik ben nu meneer Mark Hendricks. Meneer Dazeleer, mevrouw Idrissi en de heer Van der Jeugd zijn afwezig om gezondheidsredenen. Dames en heren, de lijst met de ingekomen documenten en mededelingen werden op de banken rondgedeeld. En we kunnen overgaan tot de actuele vragen. De eerste actuele vraag is van de heer Chris Janssens tot de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse regering. Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed over politieke benoeming in Vlaamse overheidsbedrijven. Minister-president is op zending, heeft dat trouwens heel keurig duidelijk gemeld. En wordt vervangen door mevrouw Holmans, die namelijk vice-minister-president is. Na afloop van de vraag. Meneer Janssens. Ja, voorzitter, ik vraag het woord. Na afloop van de vraag, meneer. We zijn nu begonnen. Ik vind dat heel vervelend. Ik had het woord daarvoor reeds gevraagd, meneer de voorzitter. Meneer Janssens en dan meneer De Meijer. De minister, het is een terugkerend, maar weinig fraai fenomeen bij het begin van elke legislatuur. De benoeming of de politieke benoeming van bestuurders in Vlaamse overheidsbedrijven. En blijkbaar moet de huidige benoemingscarousel ertoe leiden dat het voorzitterschap van de VDAB, van de VRT, van de Lijn mooi netjes verdeeld wordt tussen de drie Vlaamse regeringspartijen N-VA, VLD en CD&V. En blijkbaar moet vooral de functie van voorzitter bij de Lijn erg gegeerd zijn, heb ik begrepen uit leden van uw meerderheid die in de krant geciteerd worden. Blijkbaar is het gemakkelijker om een beslissing te nemen over de prijzen die betaald moeten worden door de burgers, over de hogere prijzen die senioren moeten betalen voor hun verplaatsing met de Lijn, dan een beslissing te nemen die echt belangrijk is, althans voor uw regering blijkbaar, namelijk welke partij mag de baas leveren bij de Lijn. En de Vlaamse regering wil intussen voor haar politieke vrienden nog even Sinterklaas spelen en deelt nog een aantal lucratieve posten uit. Zo gaat het dan onder meer over posten bij de Lijn, de VRT en de VDAB. En van een regering, mevrouw de minister, die het graag anders wil doen, van een partij, uw partij, die van verandering een verkiezingsthema heeft gemaakt, zou je het toch anders mogen verwachten. Daarvan zou je toch mogen verwachten dat bekwaamheid, dat kennis van de materie voorrang heeft op de partijpolitieke lidkaart van deze of gene. Vandaar ook mijn vraag, mevrouw de minister. Blijkbaar is bekwaamheid nog steeds niet het meest elementaire criterium bij de benoeming van bestuurders in Vlaamse overheidsbedrijven. Daarom mijn vraag, wat is de stand van zaken van die politieke benoemingen in de Vlaamse overheidsbedrijven? Goed. En vooral, hoe rijmt u die politieke benoemingen met uw pleidooi voor verandering? Mevrouw Holmans. Dank u wel, meneer de voorzitter. Nu, meneer Janssens, de eerlijkheid gebiedt me wel om te zeggen dat u er eigenlijk veel meer van maakt dan het eigenlijk is. U bent wellicht, en ik twijfel er niet aan, op de hoogte van het kaderdecreet bestuurlijk beleid. Dat bepaalt dat we binnen de 6 maanden na de installatie van het Vlaams parlement moeten overgaan tot het vervangen van de raad van bestuur van de publiekrechtelijke EVA's. En dat is nu net wat er in de krant verschenen is. Ik kan u ook wel zeggen dat wat in de krant verschenen is niet in het gremium van de Vlaamse regering nog in andere gremia is besproken. Wij hebben andere zaken te doen. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Maar natuurlijk moeten we ook wel het decreet naleven. Dus ik zal u of eventuele minister, de Vlaamse minister-president, te gepaste tijden inlichten over wat de stand van zaken is. Ik kan u alleen zeggen dat wij het decreet moeten naleven, net zoals wij de vorige legislatuur ook heel consequent en braaf hebben nageleefd. En dat wij absoluut nu echt andere dingen aan ons hoofd hebben dan het benoemen van bepaalde bestuurders in de Raad van Bestuur. U maakt er een politieke carousel van. Nu, ik neem het u ook niet kwalijk. Ik neem het u niet kwalijk, meneer Janssens. Waarom niet? Omdat natuurlijk bepaalde berichten in de media ook wel een beetje in die zin lagen. Hè. Er waren heel veel media-aandacht over die politieke benoemingen tussen aanhalingstekens. U spreekt ook van een carousel.
Ik kan u alleen zeggen dat het gewoon gaat over het naleven van een decreet waar wij allemaal als lid van het Vlaams parlement en ook als leden van de Vlaamse regering aan gebonden zijn. En als u daar nog vragen over heeft, stel ik u voor om dat in de toekomst nog te herhalen, deze vraag. Maar wij hebben als deze Vlaamse regering of met deze Vlaamse regering echt wel andere zaken aan onze hoofd dan puur het bepalen van de leden van de Raad van Bestuur. En wij zullen natuurlijk ook wel erop toezien dat wij bepaalde reglementeringen die bepaald zijn in het decreet niet zullen overschrijden. Meneer Janssens. Ja, mevrouw de minister, u kan toch niet ontkennen dat de discussie blijkbaar volop woedt over wie welke post, wie welk voorzitterschap voor zijn of haar rekening mag nemen. En mijn pleidooi is vooral, ik heb hier een hele lijst met uitspraken van N-VA'ers die pleiten voor de depolitisering van de raden van bestuur van Vlaamse overheidsbedrijven. Weliswaar een lijst van citaten toen de N-VA nog in de oppositie zat. En eens men in de meerderheid zit, ja, verdeelt men blijkbaar toch liever zelf de postjes. En daarom mijn oproep aan u, mevrouw de minister, die tegelijkertijd ook mijn bijkomende vraag is. Maak in deze legislatuur werk, of bent u in elk geval bereid om deze legislatuur werk te maken van de depolitisering van de raden van bestuur van Vlaamse overheidsbedrijven, zodat die niet langer geleid worden door politiek benoemde vriendjes, maar door onafhankelijke bestuurders die alleen maar omwille van hun competenties zijn aangesteld. Wens iemand aan te sluiten. Meneer De Loor. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de minister, ik vraag me af of de N-VA ondertussen van standpunt is veranderd. Want het was toch zo dat u van oordeel was dat de topluiden zelf de kleur moesten hebben als hun minister. Maar ik zou ook in dit kader de beslissing van de Vlaamse regering willen aankaarten voor wat betreft de stopzetting van de samenwerking met Jobpunt Vlaanderen. Tot op heden heb ik geen enkele objectieve reden daarvoor gehoord. En vriend en vijand zijn ervan overtuigd dat de Jobpunt veel betekent voor de professionalisering van het personeelsbeleid. En deze beslissing van de Vlaamse regering katapulteert het aanwervings- en het personeelsbeleid 20 jaar terug in de tijd. Dus had ik graag, mevrouw de minister, gehoord welke de echte redenen zijn van de stopzetting. Ja, mevrouw Womans. Dank u, meneer de voorzitter, meneer De Loor. Dit debat hebben we al verschillende keren gevoerd in de commissie. Ja, maar het staat u vrij, meneer De Loor, u moet niet onmiddellijk boos worden. Ik zeg gewoon dat het u vrij staat om bepaalde vragen in de plenaire te stellen. Ik zeg u er gewoon bij dat we deze discussie en dit debat al verschillende keren en tot vervelens toe van sommigen hebben gevoerd in de commissie Binnenlandse. Ik wil u één ding zeggen, meneer De Loor. Wij hebben met deze regering beslist om uit te treden uit Jobpunt Vlaanderen. Ik weet dat u een absolute voorstander bent om toch bij Jobpunt Vlaanderen te blijven en dat u een absolute pleitbezorger bent van de belangen van Jobpunt Vlaanderen. Maar ik wil u één raad geven, één raad. Hoe meer dat u in politieke fora pleit voor het niet uittreden van Jobpunt Vlaanderen, of dat het nu over de Vlaamse regering gaat of desbetreffende gemeente, hoe minder resultaat dat u gaat halen. Hoe minder resultaat dat u gaat halen. U kan u zeggen... Ja, de beslissing van deze Vlaamse regering is redelijk duidelijk. Ja, mevrouw Omans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. En dan moet ik nog altijd doen alsof dit niet aan een welbepaalde partij gebonden is. Maar bon, dat is de verantwoordelijkheid van de SPA-fractie. Ik geef... Persoonlijk feit. Ja, mevrouw Womans. Mijn allerliefste leden van de SPA-fractie, ik raad u aan. Ja, nu krijgt u het koud en warm tegelijk. Hè. Ik raad u aan. Spreekt hij binnen om? Ja, men spreekt. Ja, maar ja, mevrouw de meneer de voorzitter, ze hebben mij. Ik raad u aan als u inderdaad bekommerd bent om de toekomst van Jobpunt Vlaanderen, en wij zijn dat, en u bent dat ook, en ik geloof dat oprecht, stop er dan mee om elke keer negatieve reclame te maken. Ofwel hier in het Vlaams parlement, of in gelijk welke gemeente. Nu meneer Janssens een vraag nog.
Meneer Janssens, een vraag aan mevrouw de voorzitter. Meneer Janssens, een vraag nu. Mevrouw Liette, hou je even rustig. Mevrouw Liette, alstublieft. Ja, dank u, meneer de voorzitter. De concrete vraag van meneer Janssens kan ik eigenlijk herhalen wat ik daarnet heb gezegd. Okay, u spreekt van een carousel, u spreekt van politieke benoemingen. Ik denk dat het deze regering is, net zoals alle vorige regeringen die het decreet wil naleven, dat wij niets verkeerd doen, dat wij natuurlijk ook gewone decreten moeten naleven. En als men spreekt over een politieke benoeming, politieke carousels, goed, denk ik dat dit eerder thuis hoort in de rubriek onder vrienden of kreten en gefluister. Maar we zullen u te gepaste tijden inlichten over wat de beslissingen zijn. Meneer Janssen, slotopmerking. Mevrouw de minister, u kan het u zelf gemakkelijk maken en u kan dan voor één keer misschien ook eens geloofwaardig overkomen. Hè. Het is nogthans niet de bedoeling van de regering, dacht ik, om een soort van politiek headhuntingbedrijf te leiden dat mensen van de juiste partij op de juiste post moet benoemen. Hè. Ik herhaal daarom mijn oproep aan u om het een keer echt anders te doen en om werk te maken van de depolitisering van de raden van bestuur van overheidsbedrijven. Decreten zijn er, mevrouw de minister, ook om gewijzigd te worden om onder andere uw eigen partijprogramma bijvoorbeeld uit te voeren. Zo niet zullen die benoemingscarousels een soort van politieke folklore blijven die met de regelmaat van een klok zullen terugkeren met ruzies die vaak in de media uitgevochten zullen worden en die, mevrouw de minister, er alleen maar toe leiden dat de kloof tussen de burger en de politiek steeds groter wordt. Dankjewel. Meneer de Meijer, woord bij ordemotie. Inderdaad, voorzitter, en ik had dat woord reeds gevraagd voor iemand op het spreekgestoel staat, maar ik begrijp ook dat je niet alles kunt merken. Ik was verrast als ik de actuele vragen las, dat er een bij was over stakingen en de gevolgen voor de onderwijsinstellingen. In die zin dat ik daar een aantal weken geleden een vraag om uitleg over gesteld heb en dat ik dacht dat deze automatisch zou toegevoegd worden aan de agenda, zoals meestal het geval is. Vandaar mijn verrassing. En mijn vraag is uiteraard of mijn vraag om uitleg die ik destijds had ingediend vooralsnog kan toegevoegd worden aan vraag 3. En op basis van welk punt van het reglement vindt u dat ik dat moet toepassen? Omwille dat het de gewoonte is dat vragen om uitleg die ingediend zijn toegevoegd worden één aan de actuele vragen. Eén per fractie kan omgezet worden. Wat blijft er? Eén per fractie kan omgezet worden. Eén vraag om uitleg per fractie kan omgezet worden als die eerder ingediend is dan de actuele vraag. Dus? Voorzitter, ik moet wel zeggen, uw administratie had mij een ander antwoord daarover gegeven. Ah, en dat antwoord luidde? Dat de voorzitter daarover beslist. Ja, wel. Ik pas het reglement toe, hè. Sorry. Ja. Meneer Combe. Dat is wel een zeer notariële interpretatie van het reglement. Ja, maar ik ben notaris. Ja, meneer Combe. Dank u, voorzitter. Ik zou het bij de betreffende vraag hebben gedaan, maar ik sluit gewoon eventjes aan, omwille van hetzelfde punt. En ik denk dat het verder gaat dan het reglement. Het gaat ook gewoon over de organisatie van het parlement. Wij hebben straks, en dat is een andere actuele vraag, over de Spartacuslijn zijn er drie vragen. Er zijn drie vragen, waaronder een vraag van de voorzitter van de commissie zelf. De voorzitter van de commissie heeft de vraag om uitleg in commissie geweigerd over het onderwerp met de motivatie, ik heb dat op mail bij als u wil, dat het om een regionaal dossier gaat en dus dat het schriftelijk moest worden ingediend. Dezelfde voorzitter die een vraag van een parlementair zelf weigerde in commissie wegens de regionaal, zet deze vraag hier op de agenda. Dus ik steun de vraag van meneer De Meijer om de parlementaire werkzaamheden degelijk te doen en verder te gaan dan het reglement alleen en te zorgen dat als we vaststellen dat parlementairen hun recht beperkt wordt, dat we ook ingrijpen. Ofwel gaan die actuele vragen van de agenda, u kunt dat reglementair doen, totdat de commissievoorzitters iedereen gelijk behandelen, laat staan zichzelf bevoordelen ten opzichte van parlementairen. Dus ik sluit mij aan bij de heer De Meijer. Het is perfect mogelijk voor dit parlement om het voorbeeld te stellen. Ofwel komt meneer De Meijer eerst tussen en komt de vraagsteller over Spartacus eerst tussen, ofwel gaan die vragen van de agenda. Plenum kan dat hier perfect doen. Goed, ik vraag dat ook vriendelijk aan de meerderheid, want het moet op een bepaald moment gedaan zijn. Meneer Combe, kijk, ik heb alle fracties gehoord. We gaan een evaluatie doen van de controlemiddelen. En bij de evaluatie van de controlemiddelen kun je dat inbrengen. Ik heb de onafhankelijkheid van de vragen behoort tot de bevoegdheid van de voorzitter van dit parlement.
Er is geen enkele afspraak, hè, u dat misschien zou vermoeden, er is geen enkele afspraak over dat ik met mevrouw Lies Janssen het kort gesloten heb, of wat dan ook. Dat is, daar zult u mij dus nooit op kunnen, ook al is een partijgenoot van mij, dat is één. Als ik natuurlijk drie vragen krijg over hetzelfde onderwerp, is niet meer dan logisch dat ik, daar, dat ik die vraag doorlaat. En alle andere dingen... Oh. Alle andere dingen stel ik voor ook, dat voorzitter. U die binnenbrengt bij de evaluatie van onze controlemiddelen. Dat lijkt me de verstandigste weg. En nu gaan we verder met de actuele Nee, voorzitter, ik vraag het woord nog ik eens terug. Ik ga niet met iedereen in discussie, sorry. Het is elke week hetzelfde. Je kunt dat doen op het uitgebreid bureau. Het is elke week hetzelfde. Ja, en ik ga blijven, net als de leden van de meerderheid, blijven hier herhalen. Hè. Elke week hetzelfde. Hè. En het zijn nu de leden van de meerderheid die het... De volgende actuele vraag is van mevrouw Anne Moermout tot mevrouw Holmans. Over boetes voor huurders van sociale woningen die het vooropgestelde niveau Nederlands voor anderstaligen niet behalen. Mevrouw Moermout. Sorry voorzitter, mijn vrolijk gauw alles van Antwerpen naar Limburg. Mevrouw Moerenhout heeft het woord. Als het parlement niet kan fatsoenlijk zijn van zijn eigen, moet de voorzitter doen. Collega's, voorzitter, minister. Mevrouw de minister, ik vind het net zoals u heel erg belangrijk dat mensen die in ons land wonen en in Vlaanderen wonen, dat zij... Ik vind het net zoals u heel erg belangrijk dat mensen die in ons land wonen en in Vlaanderen, dat zij moeite doen om het Nederlands te leren. Nu, u weet het waarschijnlijk niet, maar ik heb zelf jarenlang Nederlands aan anderstaligen gegeven. En daar heb ik gezien hoe belangrijk de integratiecursus is. Ik snap hoe belangrijk Nederlands is. Ik snap hoe belangrijk een goede integratie is. Maar wat ik niet snap, is waarom u een boete gaat geven aan mensen die niet snel genoeg dan Nederlands machtig zijn. En ik snap dat niet omwille van de volgende redenen. Als we zien naar de eerste generatie migranten die hier binnenkomen, dan is dat 41% daarvan die laaggeletterd zijn. 41%. Van die 41% zijn er 24% dat net aan niveau 1 komen, de rest zit daaronder. Van de tweede generatie migranten zijn er 18% die laaggeletterd zijn. Onder niveau 1, ter verduidelijking, betekent dat je niet kan lezen, niet kan schrijven, dat je nog nooit schoolbanken hebt gezien. Nu, mevrouw de minister, met de beste wil van de wereld, deze mensen, laaggeletterden, die kunnen niet, dat is te moeilijk om binnen de termijn van 1 jaar en dan een herkansing na 3 maanden, om binnen die korte termijn het niveau Nederlands te leren dat u voorop stelt. Dus mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Deze mensen gaan de facto die boete moeten betalen. Nu, hoe gaat u voor deze mensen het recht op wonen garanderen? Nee, dat is in de commissie. Holmans. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Mevrouw Moerenhout, het moet mij toch wel van het hart dat u bepaalde zaken door elkaar slaagt. Ik denk dat ik dit weekend een zeer duidelijke communicatie heb gedaan, net zoals in de beleidsnota. U was ook 1 keer aanwezig in de commissie, dus u weet ook wat dat er over gezegd is geweest. Is dat de bedoeling is van deze regering om te evolueren van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Nu, ik ken de grondwet ook, u kent die ook, ik twijfel er niet aan. Artikel 23 van de grondwet zegt dat er een zo bepaald recht is op wonen. Dus ik ga nooit, en ik heb uw tweets ook, mevrouw Moerenhout, dit weekend gelezen. En het moet mij toch wel van het hart dat ik het zeer jammer vind dat u, ondanks de zeer duidelijke communicatie, toch nog paniek probeert te zaaien. Artikel 23 van de grondwet bepaalt dat er zoiets is als recht op wonen. En ik heb dan ook heel duidelijk in mijn communicatie gezegd dat de resultaatsverbintenis nooit, nooit, maar dan ook nooit, mevrouw Moerenhout, zal gekoppeld worden aan het 1. Het ontzeggen tot de toewijzing of toegang van een sociale woning of het afnemen van een sociale woning. Het enige dat wij met deze regering billijk vinden is dat iemand die aanspraak maakt op gemeenschapsmiddelen in het kader van de solidariteit, wat wij uiteraard zeer goed vinden, dat wij er ook iets voor terugvragen. U koppelt het ook aan het niveau van NT2. Ik heb heel duidelijk gezegd dat het niet mijn betrachting is dat inwoners van een sociale woning, als ze al niet verplicht zijn om een inbrengingscursus en NT2-cursus te volgen, maar laten we dat even buiten beschouwing houden, al de rest,
dat het niet de bedoeling is om die mensen op hetzelfde niveau in te schakelen als NT2, A1, eventueel verhoging naar A2. Ik heb gezegd dat de mogelijkheid bestaat om Nederlands te leren, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerken, door bijvoorbeeld actief te zijn in het oudercomité van de kinderen en dergelijke meer. Dus het moet mij toch wel van het hart, mevrouw Moerenhout, dat ik het zeer jammer vind dat u alsmaar negatieve en paniekcommunicatie probeert te doen. En ik wil u ook nog meegeven dat het boetesysteem al bestaat sinds 2006. En ik heb uw collega Vogels in commissie er nooit, maar dan ook nooit een woord over horen zeggen. Mevrouw Moerenhout. Ja, mevrouw de minister, u herhaalt hier inderdaad alles wat u van het weekend heeft gezegd, maar u heeft nog altijd geen antwoord gegeven op mijn vraag. Overigens. De paniekzaaierij lijkt me juist het essentiële probleem dat ik hier vandaag wil aankaarten, maar dat komt niet door mij. Mijn punt blijft staande. Er zijn heel wat mensen, ik heb er juist de getallen opgenoemd, heel wat mensen die die boete niet gaan kunnen betalen en die daardoor in de problemen gaan komen. Die de taaltest niet gaan kunnen halen, daardoor die boete moeten betalen en daardoor in de problemen gaan komen. Nu, ik heb nog een bijkomende vraag en dat is, als die mensen de boete moeten betalen, aan wie gaan ze die moeten betalen? Is dat enerzijds aan de sociale huisvestingenmaatschappij zelf? Ik veronderstel van wel, omdat u sprak over een verdubbeling van de huishuur, maar ik zou het u graag bevestigd horen. Of is het dat niet en is het aan de betrokken overheidsdiensten? Wie wens aan te sluiten? Meneer Keulen. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Het voor wat hoort wat verhaal, het kansenverhaal, het emancipatorische wat met taal betrokken is, daar kan alleen maar, denk ik, iedereen met gezond verstand achter staan. Ik spreek hier mevrouw de minister nu als ervaringsdeskundige. Ik ben destijds met mijn wooncode ook geconfronteerd geworden met het grondwettelijk hof en dat zei toen: minister Keulen, u kunt wel een inspanningsverbintenis opleggen, maar geen resultaatsverbintenis, omdat u nu eenmaal een groep van mensen hebt die intellectueel niet in staat zijn om een vreemde taal te leren. Ik heb zelf destijds het boetesysteem ingevoerd voor wat betreft de verplichte aanwezigheid in de cursussen. Maar dat is natuurlijk nog iets anders. Dat betrof de verplichte aanwezigheid in de cursussen. Ik denk dat u in deze toch uw communicatie moet wikken en wegen. Opnieuw, want als hier iemand met deze maatregel naar een rechtbank stapt en u verliest dat geding, dan verlies je niet alleen die casus, maar ook uw geloofwaardigheid als Vlaamse regering rond een heel delicaat punt. Twee vind ik ook, collega's, dat als je iets eist, moet je ook zorgen voor een behoeftedekkend aanbod. En vandaag zijn er wachtlijsten Nederlands tweede taal. Dat was in mijn tijd destijds niet het geval. Ik had toen goede collega's die mij daarin steunden. Dus zorg inderdaad op de eerste plaats en zet daar nu uw energie op in voor voldoende lessen Nederlands tweede taal voor deze doelgroep. Mevrouw Hostekeen. Dank u, voorzitter en mevrouw de minister. Ik wil mij eigenlijk heel graag aansluiten bij wat collega Keulen hier komt te zeggen. Het is wat verbazend misschien, maar we zijn het er natuurlijk allemaal over eens, mevrouw de minister, dat Nederlands leren dat belangrijk is, dat Nederlands kennen belangrijk is om te kunnen functioneren in deze maatschappij. En vandaag is er inderdaad al een verplichting om lessen Nederlands te volgen, om aanwezig te zijn in die lessen. We doen dat vandaag al allemaal, maar als u ziet, mevrouw de minister, dat de afgelopen jaren zeven boetes, en u kent dat getal zeer goed, want het is in een antwoord geweest op uw vraag dat Freya van den Bossen dat heeft bevestigd. Er zijn 7 boetes uitgeschreven voor mensen die niet bereid waren om de Nederlandse taal te leren. Op al die sociale huurders, op die duizenden sociale huurders, waren er 7 mensen niet bereid om die Nederlandse taallessen te volgen. Dan is het mij een raadsel, mevrouw de minister, waarom u hier vandaag komt zwaaien en komt zeggen van we moeten met de stok zwaaien, want er zijn zoveel mensen die daartoe niet bereid zijn. We moeten die mensen bestraffen, te meer het aanbod inderdaad vandaag niet volstaat. Ik hoor u
zeggen in de krant, we zullen extra middelen daarvoor... Ik heb extra middelen voorzien, mocht het aanbod niet volstaan. Ik vraag u, mevrouw de minister, heel concreet, waar staan die middelen? Ik heb ze niet gevonden, die extra middelen voor NT2 in het, voor de huizen van het Nederland. Meneer Janssens. Mevrouw de minister, voor het Vlaams Belang is het een vanzelfsprekendheid dat iemand die geen Nederlands spreekt ook geen sociale woning krijgt. En voor u is dat helaas nog niet het geval. U past immers de bestaande regeling waarbij huurders bereid moeten zijn Nederlands te leren enkel maar een beetje aan met een nodeloos ingewikkeld systeem van intakegesprekken, taaltesten, herkansingen, vrijstellingen en eenmalige boetes en dergelijke meer. Mevrouw de minister, de gemiddelde wachttijd voor een Vlaamse sociale woning bedraagt ongeveer 2,5 jaar. En er mag toch verwacht worden dat een immigrant die zich in ons land gevestigd heeft en op de koop toe zijn weg heeft gevonden naar de sociale huisvesting, dat die toch ook al de moeite gedaan zou hebben om een fatsoenlijk woordje Nederlands te spreken. En als men niet bereid is om Nederlands te leren, dan moet men volgens ons ook geen voordelen krijgen van onze samenleving. Dan moet men ook geen sociale uitkering, dan moet men ook geen sociale woning krijgen. Daarom, mevrouw de minister, een verzoek aan u. Stop met die nodeloos ingewikkelde regeling en vervang die door één duidelijke en kordate regeling in de toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning. Geen Nederlands, geen sociale woning. Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Wel, collega's, ik denk dat samenleven en integreren dat in de eerste plaats een gedeelde verantwoordelijkheid is. En in die zin is het ook een verhaal van rechten en plichten. Want de keuze om deel uit te maken van onze gemeenschap, dat is allesbehalve wat ons betreft dan toch niet vrijblijvend. En kennis van de Nederlandse taal is daarbij bijzonder belangrijk om actief te kunnen deelnemen aan onze samenleving. Nu, vanuit Vlaanderen, zowel vanuit de overheid als gemeenschap in het geheel, zijn we eigenlijk het aan onszelf verplicht dat we mensen ook kansen geven om die taal te leren. En we doen dat ook vandaag. En dan vind ik dat het ook niet meer dan normaal is dat waar we kansen bieden, dat we ook mogen vragen aan elke nieuwe Vlaming dat hij, en luister goed, naar eigen mogelijkheden op zijn beurt dat engagement om deel uit te maken van onze gemeenschap, om dat engagement ook ernstig te nemen. En ik stel eigenlijk vast dat een aantal collega's hier al voorbij zijn gegaan aan het antwoord dat de minister heeft gegeven. Want meneer Keulen, de indruk wekken dat we hier een heksenjacht zullen openen op analfabeten is eigenlijk te belachelijk voor woorden. U hebt helemaal niet geluisterd naar wat... U hebt helemaal niet geluisterd naar wat de minister daarover heeft gezegd. Mevrouw Moer, mevrouw... Ik wil graag afsluiten als ik de kans krijg van de collega's. Mevrouw Moerenhout, aan u heb ik eigenlijk dezelfde boodschap. U blijft hier de indruk wekken dat we mensen op straat zullen gooien, dat we het recht op wonen, dat we dat willen ontzeggen met deze Vlaamse regering. Dat is helemaal niet het geval. En ik daag jullie eigenlijk uit, wie wordt eigenlijk beter van die stemmingmakerij? Alvast niet de betrokkenen waar u zo gezegd zo bekommerd over bent. Mevrouw Roman. Mevrouw Roman. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Zoals ik daarnet al heb gezegd, worden er een aantal zaken op één hoop gegooid. Ik heb nooit beweerd, dat iemand die in een sociale woning woont een cursus zal moeten volgen dat het niveau van NT2 benadert. Nooit. Dus uw vraag is eigenlijk zonder voorwerp geworden. U hebt mij dan ook nog een concrete vraag gesteld over de boetes. U kan misschien de wooncode raadplegen. Dat staat ingeschreven sinds 2006. In 2006 was ik niet de bevoegde minister. Dus misschien dat u... Ik zal u de concrete artikel 102 bis van de wooncode. Daar ziet u de complete beschrijving van de administratieve sancties en boetes die er kunnen gebeuren in zaken talbereidheid, die nu zal omgevormd worden tot een resultaatsverbintenis. Meneer Keulen, ik dacht dat ik ook wel heel duidelijk was geweest in mijn communicatie, dat ik me ervan bewust ben dat er altijd een bepaald segment van mensen zal zijn die niet in staat is om Nederlands te leren. Ik denk dat ik het voorbeeld heb aangegeven van iemand die in het kader van de gezinshereniging overkomt naar Vlaanderen, die zijn intrek neemt in een sociale woning en die bijvoorbeeld dementerend is en bovendien ook nog analfabeet. Ik heb heel duidelijk gecommuniceerd dat op basis van een eenvoudige medische attestering een uitzondering kan worden gegeven aan de verplichting om een bepaald niveau van Nederlands te leren. Maar ik blijf erbij. Ik blijf erbij, collega's. Ik blijf erbij als u misschien... Ik heb ook allemaal naar u geluisterd. Dus ik blijf erbij
dat ik het de normaalste zaak van de wereld vind als wij vanuit de Vlaamse regering bepaalde middelen ter beschikking stellen in alle solidariteit en met heel veel begrip en met heel veel plezier, dat wij daar dan ook iets mogen voor terugvragen. En dat is een zeer klein mondje Nederlands praten. Ik vind dat absoluut niet onoverkomelijk. En ook niet in tegenstrijd met de wetgeving, nog met de grondwet, omdat ik ook al tot vervelens toe heb herhaald dat ik niemand zijn sociale woning zal afnemen, nog de toegang ertoe ontzeggen. En dan richt ik mij tot de SPA-fractie. Meneer Crombé of de voorzitter van SPA, meneer Tobak of mevrouw Holstekind, die de specifieke vraag heeft gesteld, het moet me toch wel van het hart. Ik vraag me af hoeveel SPA's er eigenlijk bestaan. Ik zal u zeggen waarom. Ik heb hier het programma van SPA Antwerpen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 met de titel Geen woorden, maar daden. Waar twee leden van uw fractie, en ik zie nu mevrouw Kerbach zitten en mevrouw Turan, die zeer actief hebben deelgenomen aan die lijstvorming, ook zeer succesvol verkozen zijn in de gemeenteraad van Antwerpen. Maar waar op pagina 132 van dat programma zelfs sprake is van een taaltest. Hè? Dat zijn woorden die ik zelfs niet in mijn mond zou durven nemen. Dus meneer Tobak, aan u de vraag, wil de ware SPA nu eindelijk eens opstaan? Voorzitter. Voorzitter, persoonlijk zijn. Voorzitter. Ja, nee. Voorzitter. Nee. Mevrouw Moerenhout heeft het woord. Nee, meneer Tobak. Voorzitter. Nee. Voorzitter. Nee, niet bij orde motie. Nee. Nee. Zal u geven. Pagina 132. Ah ja? Mevrouw Moerenhout. Oké, dan... Ik weiger dat wel, meneer Combe. Ik leid hier de vergadering en niemand anders. Mevrouw Moerenhout heeft het woord. Mevrouw Moerenhout heeft het woord. Mevrouw Moerenhout, alstublieft. Pure schande. Mevrouw de minister, ik ben ontgoocheld. Wel, ik schors de vergadering 5 minuten, voilà. Ga je dan door de raad? Waar is dat nu voor? Godverdomme. Mooi. Dan wil Christen nog doorgeven.
Nee? Goed, de vergadering wordt hervat. Ik zal zeggen dat ik in beleefdheid dat het programma aan het debat zal overhandigen. Moet jij doen wat jij wilt, hè? Als je een manier aan behoudt. Zeg hé. Goed, dames en heren, vergadering wordt hervat. Mevrouw Moerenhout, slotopmerking. Mevrouw Moerenhout, slotopmerking. Ja, mevrouw de minister, ik vind het spijtig dat ik hier vandaag eigenlijk heel weinig wijzer ben geworden. U hebt op geen enkel van mijn antwoorden, van mijn vragen beantwoord. Nu, in mijn slotpleidooi zou ik graag nog een oproep doen om die boete te schrappen. De vooropgestelde termijn van 1 jaar en 3 maanden is te kort. De som is te hoog, het niveau Nederlands ook te hoog. U gaat er niet mee bereiken dat mensen meer en beter Nederlands kunnen spreken. Alleen maar dat er meer mensen in de armoede terechtkomen en op straat. En tot slot zou ik nog willen zeggen dat in het begin van uw tussenkomst heeft u gezegd dat ik maar 1 keer in de commissie ben geweest. Wel, ik ben met zwangerschapsverlof geweest. Meneer Peumans heeft het vorige week gezegd. Ik vind als minister van Gelijke Kansen nogal... Goed. Van Moerenhout. Zeg, alstublieft, dames en heren. Meneer Hendricks, moet ik nog eens schorsen? Moet je toch... Ja, maar waar moet je tegen elkaar in zitten door zo hard te roepen? Dat helpt toch niks, hoor, want we verstaan elkaar niet. Mevrouw Moerenhout heeft het woord. Mevrouw Moerenhout. Mijn woord is afgesloten. En wel, dan vind ik dat ze allemaal applaus moeten geven, want u bent hier voor de eerste keer opgetreden vandaag en heeft dat goed gedaan. Voilà. Meneer Combe. Orde-motie. U vraagt het woord bij orde-motie. Ja, ik had u ook niet verstaan, maar het was nu door het applaus. Mijn excuses. Ik vraag het woord, voorzitter, gewoon heel rustig, omdat ik graag zou hebben dat dit parlement respect heeft voor zijn eigen. En er zijn nu al een paar feiten, die komen niet alleen van de oppositie, ook vanuit de meerderheid, waar dat mensen aanbrengen van, kijk, er worden mogelijkheden tot vraagstelling geweigerd, zelfs in commissie, die dan wel op de plenaire agenda komen. Dus bij motie van orde vraag ik ook om punt 5 hier van die agenda te halen. Dat is 1. 2, en dat kan perfect reglementair. 2, ik vind dat de minister zelf moet weten wanneer dat ze gewoon op het spreekgestoel staat te liegen. Ze beslist dat zelf. Ze beslist dat zelf. Als ze beslist om te liegen, als ze beslist om te liegen, en ze spreekt daarbij, voorzitter, mensen persoonlijk aan. U hebt mij de nota van het reglement bezorgd over persoonlijke feiten. Ze spreekt daar mensen verschillende keren persoonlijk over aan. En die mensen vragen het woord omwille van een persoonlijk feit. Laat het hen dan uitleggen. Ze heeft de mensen die verkozen zijn in Antwerpen en die dat programma kennen, waar dat er iets anders in staat wat ze zegt. Want ze kent dat zeer goed. Ze heeft in 2012 daar zelf een decreet over ingediend. Er staat in dat programma dat als mensen niet slagen voor testen, dat ze dan moeten verder gaan en blijven lessen volgen. En het niet slagen van die testen van Nederlands. Hè? En dus... En dus... Dat is toch een fundamenteel. En dus het verschil. Het verschil en de vraag die daar straks aan u gesteld is in de plenaire was... De vraag, hadden u echt, en dat is wat uw communicatie was, want u zegt dat die glashelder was, hadden u echt mensen zware boetes geven omdat iets niet lukt? En het verschil is dat er in dat programma staat dat je mensen blijft ondersteunen en lesgeven en geen boetes geven. Dus ik vraag u bij motie 2 dingen, voorzitter, dat punt 5 van de agenda gaat en dat de mensen die persoonlijk aangesproken worden, die perfect reglementair nu het woord vragen, dat ook krijgen en in eerste instantie collega Tabak hier naast mij. Ik heb u dus straks gezegd, als u vindt over actuele vragen enzovoorts, en u heeft daar opmerkingen bij over de wijze van dat de controlemiddel hier aangewend wordt. Ik heb alle fracties uitgenodigd om suggesties te doen. De meeste fracties hebben gevraagd om daar opnieuw een evaluatie van te doen. Ik zal een werkgroep installeren en daar kunt u al die punten inbrengen. Dat is punt 1. En punt 2, er staat vandaag maar 1 agendapunt op de agenda en dat zijn actuele vragen. En die actuele vragen zijn door de voorzitter ontvankelijk verklaard en die worden hier dus allemaal behandeld. Want op die manier, ik weet niet of je dat weet, maar als ik hier nu aan de meerderheid moet gaan vragen van, hè,
Blijven die vragen al dan niet staan, dan zou men het vervolg natuurlijk ook kunnen gaan zeggen. Ah, dan gaat de meerderheid zeggen, luister voorzitter, die één vraag die vinden we toch niet interessant voor de meerderheid. Ik stel voor dat u het tot stemming legt en dat die vraag afgevoerd wordt. Dan zijn we toch wel met een heel moeilijk spelletje bezig. Dus met andere woorden, er is maar één punt. Er is maar... Maar het punt, nog een keer meneer Combé, ik heb het straks in de koffiekamer uitgelegd. De vraag van meneer De Meijer, ik zeg het voor de laatste keer. De vraag van meneer De Meijer is op 31-10 door de commissievoorzitter onderwijs voor onontvankelijk verklaard. En van het ogenblik af dat een vraag hem uiterlijk onontvankelijk verklaard wordt, bestaat ze niet meer. Je kunt daar misschien filosofische beschouwingen rond creëren, dat mocht je van mij allemaal doen, maar die vraag bestaat niet meer. Met andere woorden, ze kan ook niet omgezet worden bij een vraag, een actuele vraag die hier behandeld wordt. Dat is het systeem. Maar ik stel voor, als je het daar allemaal niet mee eens bent, je kunt dat allemaal inbrengen. Maar we gaan er nu geen debat verder over voeren, want u heeft het woord bij ordemotie gekregen en ik hoop dat u daar heel tevreden bent. Het enige dat ik u vraag, voorzitter, is dat het parlement zijn werk laat doen. En je doet dat altijd naar vermogen. Hetzelfde dat hem hier nu stelt, en ik heb u uitgelegd waarom dat ik het niet eens ben met uw stelling in de koffiekamer. We hebben vorige week hier een discussie gehad. We hebben vorige week dezelfde discussie gehad. Je hebt mij toen gezegd dat we absoluut een punt hadden. Dat we gelijk hadden en dat u het niet kon weten op het moment van de zitting. Voilà. En daarom zeg ik, u doet het naar vermogen. En ik zeg u, als de commissievoorzitters, en dat is het punt dat meneer De Meijer heeft aangekaart, als de commissievoorzitters handelen op een manier dat de parlementairen hun rechten niet te volle kunnen uiten, dat is het punt dat hij aankaart, dat is het punt dat ik ook aankaart. Ik heb dat in de koffiekamer ook als antwoord gegeven. Dan moeten wij reageren. En we gaan niet iedere week hier in de plenaire dat moeten doen. Maar waarom gebeurt het hier iedere week? Omdat er een probleem is in het parlement. U zit met een probleem in uw parlement en het wordt niet opgelost. En dan het tweede punt waar u niet op antwoordt. Als de minister doet wat ze doet en zo uitdrukkelijk persoonlijk wordt, als u op dat moment in uw plenum geen recht van antwoord geeft aan een parlementslid, dan hebt u zelf een groot probleem. Aan het eerste kunt u niet te veel doen, maar het tweede, dat is uw beslissing. Nu, meneer Combé, ik heb eerlijk gezegd, ik heb met mezelf geen enkel probleem hoor, als je dat voor de duidelijkheid, dat is één. En twee, en dat wil ik toch nog niet duidelijk, want ik heb er straks een aantal van uw collega's hier dingen horen roepen, hè, die hoop ik geen tweede keer te horen. Hè. Dat is van gedekte minister af, en je doet dit en je doet dat. Ik ben hier voorzitter van de 123 volksvertegenwoordigers. Ik heb dat de afgelopen 5 jaar gedaan en ik wens dat de komende 5 jaar ook te doen. Dat is één. Twee, er bestaat hier een uitgebreid bureau waar een aantal van die dingen kunnen besproken worden. En niet in de plenaire vergadering. Daar krijgt u alle mogelijkheden voor. En ik nodig u daartoe uit om deel uit te maken van de werkgroep die met al dat soort dingen in het reglement daarover in discussie gaat. En wat die punt betreft van de afvoer van die 3 vragen, daar is het antwoord van mij heel duidelijk. Nee, ik leg dat ook niet ter stemming. Goed, mevrouw Jans, over hetzelfde onderwerp. Ja, dank u wel, voorzitter. Over hetzelfde onderwerp als commissievoorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik heb daarnet de aantijging van meneer Combré gehoord in verband met een vraag rond Spartacus die ik onontvankelijk zou verklaard hebben voor de commissie Mobiliteit en Openbare Werken. Ik werk op een objectieve, eerlijke manier. Ik heb dat ook laten nakijken. Ik zeg, is er mij misschien iets ontgaan? Er is 1 vraag om uitleg ingediend rond Spartacus en dat is degene van meneer Marino Keulen. Die is vandaag opgevist naar aanleiding van de actuele vragen. Maar voor de rest heb ik zeker van de SVA geen enkele vraag om uitleg over Spartacus ontvangen. Dus ik wil hier nu wel een rechtzetting hebben. En er worden hier leugens verteld dat ik een vraag om uitleg onontvankelijk verklaard heb. Er is er zelfs geen ingediend. Goed. Wij gaan over naar de volgende actuele vraag. Die is van de heer Jodero. Tot mevrouw Hilde Krevits, vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaamse minister van Onderwijs, over de gevolgen voor de scholen van de wekelijkse stakingen tegen de besparingsmaatregelen. Meneer De Roo. Het is verop de nest, ja. Ja, meneer De Roo. Ja, het voelt zo wat aan als het veld opkomen als er juist iemand afgetrapt is van het veld. Het stadion staat bol van emoties, maar we gaan dat proberen, mevrouw de minister, toch in enige koele bloedheid te doen en enige rust.
Afgelopen maandag was er de eerste provinciale stakingsdag. Begin van de maand hadden we de Nationale Actiedag. We hebben het er heel kort in de commissie onderwijs ook over gehad. Er zijn bij ons verschillende klachten, vragen gekomen van ongeruste, een beetje verontwaardigde ouders ook, die zeggen van goed, oké, stakingsrecht is stakingsrecht en dat ga ik zeker namens onze fractie absoluut geen tegendeel van beweren. Maar de klachten gingen over het laat-tijdig niet of te weinig geïnformeerd zijn op voorhand of de school van hun kinderen open ging zijn of dat er opvang ging voorzien zijn. Ik weet dat u, zoals uw voorganger, ook heel veel informatie heeft gegeven, ook aan de koepels, dat er omzendbrieven zijn. Maar op basis van de klachten wil ik toch vandaag dit hier in het halfrond aankaarten en u vragen. U heeft daar vanuit het ministerie als minister ook wel zicht op. Ja, kloppen die klachten? Heeft u zicht op wat er afgelopen maandag en begin van de maand gebeurd is? Zijn er inderdaad op verschillende plaatsen ouders die voor gesloten schoolpoorten gestaan hebben met hun kinderen? En zo ja, zijn dan de maatregelen die genomen zijn, de omzendbrief die er is, blijkt die nog voldoende of gaat u naar de actiedagen, de stakingsdagen op 1, 8 en 15 december nog maatregelen nemen? Mevrouw Krivits. Dank u wel, collega De Roo. Het klopt inderdaad dat er wel een effect is van zowel de actie op 6 november als de stakingsdag van 2 dagen geleden. Als we kijken naar de deelname van van de leraren in Vlaanderen, dan zien we dat de stakingsdag van 6 november, dat daar stakingen binnengezonden zijn voor ongeveer 3600 personeelsleden. Maar dat waren stakingen ofwel voor dat waren meldingen ofwel voor een uur, ofwel voor een halve dag, ofwel voor een volledige dag. Vorige maandag was het natuurlijk iets anders, omdat het daar over een staking ging in 2 provincies. Daar zijn meldingen binnengekomen. In totaal waren er dat 2917. Dat is de situatie om 12 uur dan. En dat betekende, als je de 2 provincies samenneemt, dat bijna 4% van de personeelsleden gestaakt heeft. Dus dat zijn de cijfers die we op vandaag kennen. De omzendbrief, u verwijst er zelf naar, is in 2013, denk ik, gesloten. Met akkoord van de vakbonden en de koepels en ook uiteraard het ministerie zijn daar duidelijke afspraken over. We hebben ook vanuit de administratie op 5 november via School Direct nog eens alles duidelijk gemaakt hoe de scholen ook de ouders kunnen informeren. En we hebben omgekeerd, want er is vanmorgen ook nog eens een korte bevraging gebeurd. Het klopt dat er een aantal meldingen gekomen zijn van ouders, maar we hebben eigenlijk ook heel veel andere meldingen gekregen. Er zijn heel veel ludieke acties ook gebeurd in scholen, maar er is eigenlijk doorgaans, globaal over de 2 provincies, goed gezorgd dat kinderen ook opgevangen werden, wat eigenlijk moest gebeuren. Dus we zijn nu aan het kijken of daar een paar uitzonderingen zijn die persoonlijk aangesproken moeten worden. Maar op vandaag heb ik geen indicatie dat de omzendbrief als een vodje papier zou gebruikt worden. Maar we volgen dit natuurlijk op. En als daar klachten zijn, dan worden die ook individueel allemaal bekeken. Maar ik heb gepoogd om u een zicht te geven hoe is de deelname in die 2 provincies geweest. En we hebben ook van veel scholen gehoord dat ze er heel correct ook mee omgaan. Zowel vakbonden als leraars als schoolteams. Nee, zo. Ja, mevrouw de minister, vooral rond 15 december, waar het een algemene staking is in gans het land, bleef bij ons toch wel de vrees dat er niet tijdig zou gemeld worden aan schoolbestuur en aan directies als leerkrachten staken. En nogmaals, het is hun volste recht. Zou het overtuiging tegen het beleid zijn, dan moeten ze dat wapen kunnen gebruiken. Maar het is een bijzondere periode van het jaar. En ik heb het niet alleen over de examens, ik heb het ook over het feit, we zijn december. Voor heel veel ouders is het gewoon fysiek onmogelijk om nog verlof te nemen. De verlofdagen zijn op, we naderen het einde van het jaar. Het is bijna een warme oproep dat u ook uw moreel gezag zou kunnen gebruiken naar de onderwijsvakbonden om toch op te roepen dat hun leden op tijd aan schoolbesturen dat laten weten. Het is geen staking tegen ouders, het is geen staking tegen kinderen. En toch de weinige voorbeelden die ook bevestigt dat er inderdaad op plaatsen problemen zijn geweest, zou kunnen erger zijn op 15 december. En ik denk dat niemand, meerderheid of oppositie, vakorganisaties of koepels, dit wensen. En vandaar deze oproep toch ook aan u, om hierin toch een kleine stap te zetten, contact te nemen met de onderwijsvakbonden, om hierin op te roepen. Het zal voor iedereen op 16 december fijner ontwaken zijn als dat effectief op die dag zo goed kan verlopen. Goed, wie wens aan te sluiten? Mevrouw Gené. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister. Aansluitend bij collega De Roo.
Hij heeft helemaal gelijk als hij zegt dat de communicatie het allerbelangrijkste is om de sociale vrede ordentelijk te bewaren en te laten verlopen in dit land. Maar ik weet dat u, mevrouw de minister, eigenlijk een rustbrenger wil zijn in het onderwijs. U wil leerkrachten respecteren. Dat is ook heel belangrijk, denk ik, voor degelijk onderwijs. Maar tot op vandaag heeft u eigenlijk vooral onrust gebracht in dat onderwijs. Als u zegt, ik investeer in scholenbouw, ik doe dat extra met 50 miljoen euro per jaar, dan zou u dat sieren als we dat vertaald zagen in de begroting. Maar dan zien we daar een daling van de budgetten met 31 miljoen euro per jaar. Hetzelfde als het aankomt op studietoelagen. U zegt die worden uitbetaald, maar u heeft de middelen niet voorzien. Hetzelfde als het aankomt op de werkingsmiddelen, ook voor stedelijke en kansarme scholen, dan heeft u eigenlijk onrust gezaaid. En de beste manier om stakingen te voorkomen, en dat willen we allemaal, is inderdaad om geen onrustwekkende communicatie te doen. Beter nog, om geen onrustwekkend besparingsbeleid in onderwijs te voeren. Mevrouw Meuleman. Ja, mevrouw de minister, ik kan de onrust bij de leerkrachten toch wel voor een stuk begrijpen. De maatregelen die in de vorige legislatuur en in deze legislatuur op hen afkomen. Wat de pensioenen betreft hebben mensen op het einde van hun loopbaan op 5 jaar tijd te horen gekregen dat zij 5 jaar langer moeten werken. Pensioen gaat ook naar beneden. Ze hebben de mentorenuren afgeschaft gezien. Er is heel wat moeten ingeleverd worden door leerkrachten en daar is eigenlijk nauwelijks iets van in de plaatsgekomen. Dus ik vind dat de mensen die willen staken inderdaad ook wel het recht moeten hebben om dat te doen. En daar is toch wel wat onzekerheid bij scholen, want 15 december is een examendag. Er zijn scholen die ongerust zijn voor het feit dat ze misschien een boete zullen krijgen. Dat is in het verleden gebeurd. Daarom toch examens inrichten, maar met alle gevolgen van dien, want dat zorgt voor stress bij studenten. Die weten van, ik heb op die dag een examen, ga ik er wel geraken? Het openbaar vervoer zal staken. Dus ik vraag mij af, 1. Mevrouw de minister, als leerkrachten en scholen willen staken, gaat u geen boete geven? En ja, is het misschien niet zinvol om van 15 december een schorsingsdag te maken, een extra schorsingsdag, zodanig dat we geen problemen hebben bij ouders, leerkrachten en studenten? Ja, dank u wel. Ik wil graag terugkomen op het onderwerp van meneer De Roo, inderdaad, van de realiteit voor de ouders. Ik denk in de situatie die meneer De Roo schetst van de vakantie, inderdaad. 2 vragen toch, mevrouw de minister, aansluitend. 1, scholen gaan creatief om bijvoorbeeld examenperiodes zo goed mogelijk te organiseren. In de omzendbrief staat inderdaad dat als de examendag wegvalt omwille van een staking, dat die niet meetelt op het contingent van evaluatiedagen. Ik denk dat het al heel belangrijk is. Maar we krijgen ook de signalen dat scholen op zaterdag examens zouden gaan organiseren. Ja. En volgens ons staat er in besluit op de organisatie van het secundair onderwijs dat de schooldagen lopen van maandag tot en met vrijdag. Dat is eigenlijk 1. En 2, sommige leerlingen die krijgen in de lessen blijkbaar les over de staking, krijgen pamfletten mee in hun agenda. En de vraag is daar toch wat of we inderdaad de leerlingen op die manier moeten bestoken met al dan niet politiek getinte informatie. Meneer De Meijer. Dank u dat ik het woord krijg, voorzitter. Blijkbaar heb ik mijn vraag een beetje te vroeg gesteld, want indien ik ze gisteren of eergisteren had gesteld, was ze vermoedelijk automatisch toegevoegd als actuele vraag. Maar goed, ter zake, en het is alleen maar een punctuele vraag, mevrouw de minister, die ik u wil stellen. Een zorg die in een aantal scholen heel duidelijk aanwezig is. Men zou graag een antwoord krijgen op volgende vragen. In de regelgeving is het aantal maximumdagen voorzien voor evaluatie, en dit omvat zowel de examens, de beraadslaging, de deliberaties als de dagen na de examens. Men stelt zich de vraag wat met 15 december algemene staking, indien een aantal mensen staken op school en de leerlingen kunnen geen examens afleggen, buiten de wil van de school om, telt deze dag al of niet mee bij het maximum aantal vastgelegde dagen. En scholen wensen daar duidelijkheid over, niet volgende week of volgende maand, maar zo spoedig mogelijk dat ze een planning rekening daarmee kunnen houden. Dat is mijn punctuele vraag die ik wou toevoegen. Dank u wel, collega's. Bedankt ook voor de collega's die aansluiten op het thema van de vraag. Mevrouw Gené, om misschien eerst op u te antwoorden. Het klopt inderdaad dat uw voorganger heel veel onrust heeft nagelaten op onderwijs. Dat is juist.
Maar... Kom het bij. Maar collega's, wat de aanvullende vragen rond 15 december betreft. U zult het mij niet kwalijk nemen dat het voor mij van het grootste belang is. En ik volg daarin mevrouw Meuleman en eigenlijk iedereen die hier denk ik aanvullend tussenkomt om het recht dat leraars hebben om te staken en om een bezorgdheid uit te drukken dat dat gerespecteerd wordt. En wat dat betreft is de omzendbrief voor mij evenwichtig. Daar staan duidelijke, klare afspraken in. Er is nogmaals gecommuniceerd naar de scholen, zodat iedereen zeer goed weet waar zich aan te houden. Ik heb gemerkt dat er een aantal communicaties, dat is een aanvullende vraag van meneer Daniels, gebeurd zijn in de schoolagenda's, wat pamfletachtige dingen. Vakbonden hebben zich daar ook totaal van gedistanceerd. Zij zijn ook heel correct, we hebben gisteren nog overleg gehad, heel correct wat betreft het aanspreken van scholen of de manier waarop dat gebeurt. Leraars, collega's, u kent het reglement, hoeven niet zoveel dagen op voorhand te laten weten of ze al of niet zullen staken, maar ik merk dat in heel veel scholen daar rond goede afspraken gemaakt worden. Ik vind het een beetje moeilijk, meneer De Roo, om zelf te beginnen moreel te zeggen van doe dat niet of doe dat wel, iedereen is vrij, maar ik ga ervan uit dat als scholen goed functioneren, dat er ook klare en goede afspraken over gemaakt kunnen worden. Ik zal desnoods nog eens vragen aan mijn administratie om nog extra communicatie ook aan de scholen te bezorgen over hoe ze dit kunnen organiseren, mochten ze dat wensen. Wat de bijkomende vragen betreft rond de evaluatie, dagen, vraag van mevrouw Meuleman, vraag van meneer De Meijer. Het is inderdaad zo dat de 15 december niet zal meegeteld worden in het contingent evaluatiedagen dat er is. Maar dat is, meneer De Meijer, in die zin verrast, de vraag mij een beetje, dat is op 5 november ook meegedeeld aan de scholen. Dus normaal zou dat bekend moeten zijn. Meneer Daniels heeft ook al een opmerking in dit verband gemaakt. Maar als u zegt, ja, er zijn scholen die dat niet weten, dan kunnen wij dit in de volgende school direct nog eens meegeven. Dat scholen zeer goed weten dat het dus niet nodig is om daar allerhande halsbrekende toeren uit te halen. Het was ook uw vraag trouwens, meneer De Roo. Maar ze kunnen, dus die dag telt niet mee in het contingent evaluatiedagen. Dus zij kunnen... Het is zeker ook niet nodig dat ze op zaterdag beginnen allerhand. Ik weet niet wie die vraag stelde, van het zal nu op zaterdag gebeuren. Maar misschien geef die zaken door, dan kunnen we dit met de scholen zelf ook opnemen. Dus alles is zo goed mogelijk georganiseerd. Ik erken wel natuurlijk dat 15 december een ander kaliber van dag is dan de provinciale dagen zoals ze nu verlopen. Maar ik ga ervan uit dat ook scholen dat op de meest... correcte wijze zullen in goede banen leiden. Zonder uiteraard, meneer De Roo, ja, afbreuk te doen aan het recht dat er is om actie te voeren en om te staken. Meneer De Roo, slotopmerking. Ja, dat wil ik nog wel een keer duidelijk onderstrepen. Van de minister, voor ons fractie is dat absoluut ook geen probleem. Alleen is het wel zo dat, gelet op de timing, het einde van het jaar, en dat er heel veel werkende ouders ook die dag beslissen om te gaan werken en ook de keuze maken om niet te staken, vind ik dat we ook zonder olie op het vuur te gieten gewoon met z'n allen alle pogingen moeten doen om effectief een ordentelijk verloop van die dag te laten doorgaan. En dan is één element effectief, ondanks het feit dat men niet verplicht is om te laten weten op voorhand of men er gaat zijn of niet, dat tussen partijen, directies, schoolbestuur aan de ene kant en leerkrachten aan de andere kant, dat het iets is van gezond verstand met respect voor ouders en leerlingen, om het toch te weten, zodat schoolbesturen zich kunnen organiseren en dat 15 december misschien een mooier voorbeeld kan zijn voor democratie dan wat we hier een kwartiertje geleden hebben beleefd. De volgende actuele vraag is van mevrouw Greet Remen tot mevrouw Krevits en die gaat over werkplek, leren en alternerend leren en werken. Beste voorzitter, geachte voorzitter, beste mevrouw de minister, beste collega's. Goed gevormd talent is de basis voor onze economische groei en ontwikkeling. En het is zo, er moet een sterke brug zijn tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Dat staat als een paal boven water, maar in de realiteit zien we dit helaas niet altijd. Want 6 op de 10 werknemers, schoolverlaters... die vinden dus dat het onderwijs niet altijd de juiste opleiding is voor de arbeidsmarkt. En zelfs 7 op de 10 werkgevers zijn van hetzelfde oordeel. Dus
De remedie moet aangepakt worden. En wat is, de remedie is, dus het probleem moet aangepakt worden. En wat stel ik voor de remedie is, dus het onderwijs moet veel meer praktijk gevoerd worden. Dus dat is zeker. En het is zo dat in de beleidsnota werk en onderwijs en in het masterplan hervorming secundair onderwijs is er al een heel goede poging voor die mismatch arbeidsmarktonderwijs eens aan te pakken. Er zal dus een eenduidig kader worden ontwikkeld waarin alle vormen van werkplekleren, dus werkplekleren onder de vorm van stages, die dan verplicht worden doorgevoerd in het voltijds secundair onderwijs, waar echt arbeidsmarktgerichte opleidingen worden gevolgd, dus bij TSO en in BSO. Maar het is eigenlijk ook aan de bedrijven die moeten kwaliteitsvolle en goede stageplaatsen aanbieden. En dan kom ik op mijn punt, mevrouw de minister. Vorige week was tijdens het FOCA-congres is er een engagement gelanceerd waar minstens 200 bedrijven zich engageerden, dus de goede wil hebben getoond, om in te stappen in dat werkplekleren, omdat het zo belangrijk is, omdat zij voelen ook die noden op die arbeidsmarkt. Zij zijn dus echt vragende partijen. We kunnen die vraag ook niet echt naast ons neerleggen. Want in het systeem van werkplekleren is er een win-win situatie voor iedereen, zowel voor de werkgever. De werkgever krijgt enkel arbeidscompetente schoolverlaters aangeboden. Ook het onderwijs, want het onderwijs kan zo sneller anticiperen op die specifieke noden van de arbeidsmarkt. En ook de schoolverlater, die heeft meer bagage om op die arbeidsmarkt te komen. Vandaar vraag ik aan mevrouw de minister. De werkgevers zijn hier vragende partij, de bedrijven zijn hier vragende partij. Deze vraag niet naast u neerleggen. En hoe ziet u het verdere verloop van de ontwikkeling van uw nota om die werkplekleren juridisch eenduidig te maken? En kan dit ook geïmplementeerd worden? Ook weer een vraag vanuit werkgevers. Vanaf 1 september 2015, dus het volgende schooljaar. Ik dank u voor uw antwoord. Mevrouw Reemert, dat is uw eerste vraag, denk ik. Nee, het is een tweede. Dat is de tweede, derde. We proberen toch mijn best te doen en zo duidelijk mogelijk, maar goed, zo kort mogelijk te zijn. Ja. Het is een beetje uitgelopen, maar ja. Collega's, want dat gaat ook van mijn tijd af, weet ik. Ja, de term werkplek leren, collega's dekt, is een vlag die een paar ladingen dekt. Twee punten wil ik hier vandaag aanstippen. Sinds 1 september van dit schooljaar zijn in het voltijds secundair onderwijs zo'n 140 richtingen TSO-BSO verplicht om 18 dagen stage te organiseren, dus ongeveer 2 weken voor. Dat is eigenlijk een besluit van een verplichting vanuit de vorige legislatuur. We zien dat heel veel bedrijven daarop in willen spelen. En ik bereid ook zeer kortelings een omzendbrief voor om daar te zorgen dat alle bedrijven zeer goed weten waar is het kader waarin we ons bevinden, hoe kunnen we dat doen. Ja. Dat is luik 1. Luik 2 betreft het eigenlijk het duale leren en werken. Er is een groep jongeren die wel nog leerplichtig zijn, maar voor wie het eigenlijk beter is om via een werkplaats, ook gedeeltelijk een werkplaats, te leren. Daar zal samen door mij met collega Muiters, vandaar ook uw verwijzingen naar de beleidsbrief, wordt een kader uitgewerkt om dat duaal leren en werken ook expliciet vorm te geven. De bedrijven zijn sterk vragende partij, maar ook ons onderwijs is vragende partij. Mm-hmm. Het staat vast dat onderwijs sowieso, het zijn leerplichtige jongeren, de chapeau blijft houden, maar dat daar met de bedrijven heel intens samengewerkt moet worden. En het is onze intentie om tegen volgend schooljaar te zorgen dat dit ene statuut er is. Ik heb net nog vanmiddag even contact gehad met collega Muiters en wij zullen samen er ook voor zorgen dat volgend schooljaar met een eengemaakt statuut dit ook uitgerold kan worden. Ja. Mevrouw Reemen. Ja, dank u wel, mevrouw de minister. Maar wat houdt dan concreet in, dat eengemaakte statuut? Want die 18 halve dagen, eerlijk gezegd, dat is iets anders, ik praat ook vanuit mijn bedrijf, daar kunnen die jongeren geen kennis op doen, geen praktische kennis op doen. Dus ik zal meer pleiten voor het Duitse systeem, waar dus echt onderwijs en leren één geheel vormt. En dat we dat niet kunnen implementeren in ons Vlaamse onderwijssysteem, wat ook ten goede komt voor iedereen. Als je ziet in Duitsland, dit draagt ook bij tot een vermindering van de jeugdwerkloosheid. Het is toch wel iets wat in het belang van iedereen is. Dus ik zou echt willen dat het echt ter harte wordt genomen. En die 18 halve dagen, eerlijk gezegd, daar zijn nog de bedrijven, nog de leerlingen mee gediend.
En ik denk dat we daar niet veel heil uit halen. Dus ik zou echt willen vertrekken van, ja, nogmaals, het Duitse model onder de loep te nemen. Eens eventjes gluren bij de buren. We moeten het warm water niet uitvinden. Maar laten we dan vanuit het Vlaanderen het voorbeeld kunnen geven. En dat dus echt ten volle kunnen inrichten, ten goede van iedereen. En voor een sociaal-economisch model. Wie wenst aan te sluiten? Helsen, meneer Turbo. Mevrouw Meuleman is er niet, nee. Mevrouw Kerbach, alsjeblieft. Mevrouw de minister, we hebben die discussie over het duaal leren in de commissie werk al gevoerd, waarbij werd aangegeven dat nog de jongeren, nog de bedrijven er baat bij hebben als er geen voldoende omkadering is. Begeleiding van de jongeren die op stage is tijdens het duaal leren, tijdens het leren en het werken. En de vraag is, mevrouw de minister, of dat er bij onderwijs dan extra middelen zijn voorzien voor die omkadering, omdat daar minister Muiters heel expliciet naar u heeft doorverwezen. En ik denk, als u zegt, we willen volgend jaar daar al werk van maken, dan zou daar ook al in het budget ook extra middelen voor moeten gereserveerd worden. Mevrouw Helsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de minister, werkplek leren is een van de volwaardige vormen van leren die als methodiek toegepast worden en die zeer verrijkend zijn voor jongeren die zich opleiden binnen een arbeidsmarktgerichte opleiding. Nu, wij weten dat er een aantal knelpunten zijn en in uw beleidsnota is duidelijk terug te vinden dat u deze knelpunten deze legislatuur wil aanpakken. Vanuit onze fractie willen wij benadrukken dat het van belang is om één globaal concept te ontwikkelen waar dat toch aandacht is voor een continuum van verschillende vormen van werkplekleren. Een collega heeft heel veel aandacht voor de stageformule, maar daar zijn zeer veel formules die van toepassing zijn. Wij vinden het belangrijk dat verschillende vormen van werkplekleren naar de toekomst toe mogelijk zijn, vooral op maat van de jongeren. En dat dat toch wel heel nauw wordt bekeken, welke vorm van werkplekleren is geschikt voor welke jongeren op welk moment. Dat is één element. Ten tweede vinden wij het cruciaal dat de werkplekken die aangeboden worden kwaliteitsvol zijn. En inderdaad, het klopt, een goede begeleiding is daaraan gekoppeld. Maar dat is zowel een verantwoordelijkheid van de bedrijven als van de scholen. Maar op de werkplek is dat vooral een verantwoordelijkheid van de bedrijven. En tot slot vinden wij het uiteraard van belang dat wij kunnen evolueren naar een sterk vereenvoudigd systeem wat reglementering betreft, want het is vandaag veel te complex. Meneer De Roo. Ja, collega's, uit de vraag van mevrouw Ruijmen wil ik toch nog wel onderstrepen het groeiend engagement van bedrijven om hier aan mee te werken. Ik denk dat we dat in het parlement moeten toejuichen. Als er effectief 200 nieuwe bedrijven zijn die extra werkplekken willen aanbieden, heel goed. Ik denk dat er nog veel meer gaan zijn, inderdaad, met een duidelijkere communicatie, een duidelijke omzendbrief, wat kan er, één reglementering, dan gaat die groep van 200 nog toenemen. Ik denk nog een laatste punt, en daarmee dat ik de vraag ook wil stellen aan de minister, ik denk dat in die communicatie ook heel belangrijk is om een heel eenvoudige plaats waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten, virtueel of reëel, dat die er ook moet zijn. Mm-hmm. Ik hoor dat bij heel veel kleine bedrijven, er bestaan heel veel initiatieven van stagedatabanken, maar dat voor hun een bijkomende bureaucratische last is. En als daar iemand kan helpen, dat zij nog veel sneller gaan geneigd zijn om jongeren op te vangen binnen die bedrijfsmuren. Goed. Ja, dank u wel voor de aanvullende vragen. Misschien de eerste, mevrouw Leemen, iets duidelijk maken. Er hebt het voltijds, hebt dus leerlingen die het voltijds secundair onderwijs volgen. En ten aanzien van een 140-tal technische en beroepsrichtingen is vanaf dit jaar een verplichting ingevoerd om ervoor te zorgen dat ze minstens, want dat woord had ik niet bijgebruikt, minstens 18 dagen, halve dagen stage kunnen lopen. Dat is ongeveer 2 weken. U zegt, ja, dat is niet goed. Dat is een hele vooruitgang in vergelijking met vroeger. Omdat natuurlijk vroeger was het mogelijk dat je beroeps- of technisch onderwijs deed en in een aantal richtingen dat er niks was. Maar dat is natuurlijk iets helemaal anders dan het stelsel van duaal leren en werken. Want hier zit je met jongeren die niet meer voltijds naar school gaan, die dus een component werk en een component onderwijs volgen, maar ook betaald worden in het kader van de component werk in het luik leren en werken. Terwijl natuurlijk stages, die zijn per definitie onbezoldigd. Beperkt aantal dagen, maar waar je toch kunt proeven van de sfeer op de werkvloer en waar we toch belangrijk vonden en nog altijd vinden dat minstens het kennismaken, het opsnuiven van de sfeer op de werkvloer, dat men daarmee in contact komt. Duaal leren en werken, dat is ook hetgeen, ook, dus wat dat eerste luik betreft, en daarmee kom ik nog eens op meneer De Roo, daar voelen we dat
veel stagegevers zeggen van oei, dat zit allemaal vrij ingewikkeld in elkaar. Dus daar komt er een omzendbrief binnenkort om alles te bundelen. Wat zijn de verplichtingen, wat zijn de rechten? Hoe ga je ermee om het wat eenvoudiger te maken? Ook het vinden van bedrijven. En ik heb begrepen dat ook de werkgevers het goed vinden dat die stages er zijn, daar ook actief willen aan participeren. Wat duaal leren en werken betreft, collega's, en mevrouw Kerbach ook onderschat de bereidheid van de werkgevers op dit ogenblik, niet van de bedrijven, om mee in het systeem te stappen. Ik denk dat de tijd echt rijp is ervoor. Mevrouw Helsen zei heel terecht, component werken, daar moet ook omkadering binnen bedrijven voorzien worden, maar die werknemers verdienen ook geld, zijn eigenlijk ook mensen die ook ingezet worden in het bedrijf, maar op die manier ook leren. Component leren, daar blijft de school, is eigenlijk voor het hele kader verantwoordelijk, maar ook als ze op school zijn, is de school natuurlijk verantwoordelijk voor die component en begeleidt ze mee samen met de werkgevers de andere component. Dat systeem wordt in de komende maanden uitgewerkt om tot één geheel te komen. Er zijn nog wellicht nog modulaire systemen, mogelijk afhankelijk van de capaciteiten en de aard van het bedrijf. Maar het is van belang dat we nu werk maken van dat ene statuut. Industrieel leerlingenwezen is ook naar ons overgekomen, dus wij kunnen dat nu doen. Wat de middelen betreft, mevrouw Kerbach, er zijn heel veel middelen voor omkadering. Evident zullen die ook moeten ingezet worden. Maar ook vandaag worden al heel veel middelen ingezet voor al die verschillende soorten werkplek leren die er bestaan. Dus daarover zal ook in de komende maanden, als het statuut er komt, dan ook duidelijkheid komen op welke manier de omkadering ingezet zal worden in de bedrijven, maar ook dus op school, waar de leerlingen ook nog een stukje aanwezig zijn. Mevrouw Remens, slotopmerking. Dat was een duidelijk antwoord en ik denk ook wel dat u de ernst van de zaak, alleen niet dat het echt zo het is cruciaal, omdat wij zitten toch met een aanbod, een te weinig aanbod van goed opgeleide jongeren en ik blijf ervoor gaan, ook in het secundair onderwijs, dat dit goed kan gecombineerd worden, werk met schooltijd. En het is toch aldoende leerpen en zeker voor die arbeidsmarktspecifieke opleiding is het toch van belang. En wij werkgevers, alleen de groep van de bedrijven, staan er zeker voor open om hier aan mee te werken, om kwaliteitsvolle stageplaatsen aan te bieden, want het is ook zeer belangrijk dat die kinderen niet in een mainstream terechtkomen, dat die ook bijleren op de werkvloer. En daar gaat het bedrijfsleven ook zeker aan bijwerken en aan toedragen, want het is ook zo, het zijn die kinderen, dat worden onze toekomstige werknemers en ook onze toekomstige werkgevers. En dit is toch wel zeer belangrijk. Dank u. Goed, volgende actuele vraag zijn er drie op hetzelfde onderwerp. Mevrouw Lies Jans tot de heer Ben Wijs, Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn. Over de onrustwekkende signalen uit Nederland met betrekking tot de sneltramlijn Hasselt-Maastricht. Actuele vraag van collega Keulen over de Nederlandse twijfels bij startkustlijn 1. En tenslotte mevrouw Anne Christiaans over de onzekerheid in Maastricht met betrekking tot Spartacuslijn 1. Mevrouw Jans, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, collega's. Wij konden in het weekend ook maandag lezen dat er onrustwekkende berichten komen uit Nederland over de Spartacuslijn, de tramlijn tussen Hasselt en Maastricht, die zou gerealiseerd worden. We weten dat dat een groot dossier is wat al zeer lang aansleept, hè, van 2005. Ook de kostprijs is zeer groot. Voor Vlaanderen gaat het over 217 miljoen euro. Voor het Nederlands deel zou het gaan over een 66 miljoen euro. Dus grote bedragen. Er is een overeenkomst gesloten tussen Vlaanderen en Nederland. In 2014 nog, door mevrouw Krivits ondertekend ook nog. In verband met de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen voor dit project. Er zijn afspraken gemaakt naar het voorzien van middelen, naar timing, naar werking eigenlijk ook voor dat project te realiseren. Nu kunnen we vaststellen, of we lezen dat toch in de krant, dat er op Nederlands grondgebied grote problemen zijn. De kosten voor de realisatie van het project zouden stijgen met een 30 miljoen, kon ik lezen in het Belang van Limburg, omwille van problemen van stabiliteit, van een brug die moet hersteld worden. En nog andere problemen. Mijn concrete vraag is eigenlijk, ik hoef mijn 2 minuten daar niet voor te gebruiken, maar mijn concrete vraag is van welke impact zal dit hebben op de realisatie van het project Spartacus Lijn 1? Meneer Keulen. Meneer de minister, goede collega's, pacta sunt servanda. Een overeenkomst moet men uitvoeren en de eerste keer dat er over Spartacus in dit huis werd gesproken, goede collega's, was in 2004...
Dat was naar aanleiding van de toenmalige regeerverklaring. Ik zat toen zelf ook nog in de regeringsbank. En we zijn nu 10 jaar verder en we komen nu in de eindfase. En ondertussen hebben zeker aan Belgische kant die 5 Belgische gemeenten die daarbij betrokken zijn, daar heel veel tijd, heel veel energie en heel veel geld in geïnvesteerd wat betreft overlegmomenten, infovergaderingen, inrichtingsplannen, mobiliteitsplannen, onteigeningen. En dan kom je nu in die eindfase, en ik ben burgemeester van een grensgemeente, ik ben daarmee vertrouwd, dat is typisch bij hun. Op het einde zo, als een duivel uit het doosje, komt er nog altijd een of ander probleem. In dit geval zijn het de stabiliteitsproblemen bij de zogenaamde Maasbruggen. Meneer de minister, wat ik u wil voorstellen, en niet alleen voorstellen, maar ook vragen, is kom op het terrein. Praat met dat college van burgemeester en wethouders van Maastricht. Daar zitten heel wat pro-Belgisch gezinde krachten. Mensen die ook dit project genegen zijn. Dat is 1. 2. Onthoud wat ik zeg. Zij zijn zeer gevoelig voor titels. Als een minister daar op het terrein komt, kun je daar ook iets forceren. Want 3. Hun probleem wat zij nu hebben met die stabiliteit van die Maasbruggen, dat is heel eenvoudig op te lossen. Leg die laatste halte, laat die niet samenvallen met het treinstation in Maastricht. Ik ken de stad als mijn broekzak. Maar leg dat, die laatste halte, leg dat laatste eindstation net voor die Maasbruggen. Dan heb je die stabiliteitsproblemen niet. Dan heb je ook niet die extra kosten. En kun je inderdaad je project realiseren. Want degene die van die sneltram gaan gebruik maken van Assen naar Maastricht, 99% gaat dat doen om te shoppen, om te werken en te studeren. En niet om naar de statie van Maastricht te gaan. Nog eens, de afstand van die Maasbruggen tot aan het treinstation, voorzitter, is 5 minuten wandelen. Dus dat is, om het op zijn Vlaams te zeggen, de kop niet af. Mevrouw Christiaans. Beetje naar omlaag, denk ik. Ja, zo groot. Moet ik hier even een knopje duwen, maar... Ah, ja. Dank u wel. U heeft dat ook al zelf moeten ontdekken. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister. Op 11 maart van dit jaar nog maar was er eindelijk goed nieuws voor het Spartacusplan. Die onderhandelingen hebben niet altijd vlot verlopen, om het zacht uit te drukken. Maar op 11 maart van dit jaar is er eindelijk de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Wij dachten vanuit Limburg dat de laatste moeilijkheid overwonnen was. En dat men dus eindelijk met de realisatie van het Spartacusplan kon starten. Er was voorzien in de planning start-uitvoering 2020. En in 2018 zou de eerste tram daar over de rails sporen. Nu, sinds zaterdag, stond er in de pers, in de kranten, dat er de Nederlandse gemeente Maastricht een nieuwe studie zou hebben laten uitvoeren, waar dan technische problemen uit voort zijn gekomen. En die technische problemen die hebben natuurlijk ook een financiële repercussie. De Nederlandse krant, de Limburger, die kopte dan maandag zelfs van zoekt Maastricht een elegante oplossing om zich uit dit Spartacus plan uit te wurmen. Nodeloos te zeggen dat het hier nodig was om deze vraag aan u te stellen. Klopt deze berichtgeving die in de Nederlandse en in de Vlaamse kranten heeft gestaan? Is er met u contact opgenomen? Heeft u al overleg gehad of is er een overleg gepland? En wat zijn de gevolgen voor de uitvoering van het Spartacusplan op korte termijn? Dank u. Minister Weitz. Dank u wel. Wel kort misschien. Er is inderdaad een communicatie geweest naar de lijn toe via mail op 20 november, de donderdag of vrijdag, ik wil het kwijt zijn. En met de mededeling dat men inderdaad na een review, het ging uit van de wethouder van Maastricht, de wethouder van mobiliteit, maar ook voorzitter van de werkgroep die zich bezighoudt met het Spartacusplan, waarin hij zei, op basis van een review komen wij tot, stuiten wij op heel wat moeilijkheden, budgetair en technisch, dus de beide. Wat maakt dat de kaderovereenkomst en de uitvoering daarvan moeilijk tot onmogelijk wordt. Nu, hoe reageer ik erop? Ik denk als enerzijds een rustige huisvader, maar ook als een goede huisvader. Een rustige huisvader, ik wil niet onmiddellijk gaan dramatiseren, wij hebben een clear-cut kaderovereenkomst die heel duidelijk is wat betreft de engagementen die alle partijen in deze genomen hebben. Wij willen die engagementen handhaven. 2, een goed huisvader. En we hebben natuurlijk ook onmiddellijk juridisch advies ingewonnen, zodoende dat we voorbereid zijn op alle mogelijke scenario's. En zodoende dat ook wanneer het gesprek moet aangegaan worden, wij voorbereid zijn op alle mogelijke scenario's. We staan sterk in onze schoenen, denk ik.
En ik wil dus niet dramatiseren. Er komt op korte termijn een ambtelijk overleg. Ik ga ervan uit dat dat afhankelijk van de uitkomst van dat ambtelijk overleg zal resulteren in een politiek overleg en dus inderdaad op het terrein komen met de Nederlanders. Ik zal dat ook doen, maar ik ga ervan uit dat inderdaad pacta sunt servanda, wij hebben een overeenkomst, een engagement in het regeerakkoord, wij willen dat handhaven. Mevrouw Jans. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Op dit ogenblik weten we dan nog niet veel meer van wat de gevolgen gaan zijn voor Vlaanderen. U zegt heel duidelijk, als een goed huisvader handelen. Ik vind dat zeer belangrijk, want we weten dat het project al 217 miljoen euro voor Vlaanderen kost. En als een goed huisvader, ook kijkende naar de toekomst voor het Vlaamse budget eigenlijk, zou het zeer spijtig zijn, moesten wij eigenlijk de meerkosten in Nederland op ons gaan nemen. Ik vind dat dat niet handelen is als een goed huisvader, dus ik hoop dat het absoluut niet zo ver komt. Maar de Nederlanders kennende, in het verleden hebben zij ook al zeer duidelijk gezegd, zowel Maastricht als het Rijk als de provincie, van wij gaan geen eurocent meer uitgeven. Ik kan u het voorbeeld geven van enkele maanden terug. Er was het probleem rond de BTW. Er was een mogelijkheid dat ze voor dit project ook BTW zouden moeten betalen. Toen is duidelijk op papier gezet, als dat Nederland zowel de stad als het Rijk als de provincie meer kost, dan wordt deze overeenkomst beëindigd. Dus we weten dat de Nederlanders zeer sterk op die centen kijken. Dus mijn vraag aan u is, weten dat u als een goed huisvader wil handelen, dit gaat toch geen impact hebben op het budget dat wij vanuit Vlaanderen voorzien hebben. Meneer Keulen. Ja. Opnieuw, voorzitter, meneer de minister, als ook iemand die van op het terrein daar heel wat ervaring mee heeft, de Universiteit van het Leven. Wij hebben alle dagen met Maastricht te maken. Een gedeelde grens van 12 kilometer, de stad Maastricht, de provincie Nederlands-Limburg, die daar veel machtiger is als bij ons, en het Rijk, de zogenaamde nationale regering. Wat mij eigenlijk daar ondertussen aan levenswijsheid, wat ik daarvan heb opgestoken, is dat wij in heel veel dingen minstens even goed zijn als hun. En vaak, en wat wij niet weten, is wij zijn veel snellere beslissers. Omdat de politiek veel sneller op het terrein komt en veel sneller zijn nek uitsteekt. Wij zijn ook wat dat betreft directer en informeler. Waar zij goed in zijn, dat zijn twee dingen. Grootschaligheid en communicatie. Ze kunnen zichzelf verkopen. Maar wat ik u vooral wil meegeven is, je moet u ook in onderhandelingen met die mensen doen respecteren. En als je op een zeker ogenblik duidelijk maakt dat je na 10 jaar proces en net voor de eindfase deze zaak niet meer kunt cancelen, niet zomaar meer kunt afvoeren, dan moet het ook duidelijk zijn dat zij daar hun verplichtingen, dat zij die moeten nakomen. En opnieuw dat idee van eventueel die eindhalte om die te leggen voor de Maasbruggen is een piste wat je zeker en vast moet in het achterhoofd houden om na 10 jaar een proces af te ronden. En dan komt u alle krediet toe. De essentie van politiek is beslissen, maar ook beslissingen uitvoeren, minister. Dank u wel. Meneer de minister, voor uw antwoord. Ik begrijp dat u op dit ogenblik nog niet veel meer weet dan dat u zelf nog niet een overleg met de partners heeft samengezeten. Maar u zal wel weten dat uit studies blijkt dat het wegverkeer in Limburg het snelst aangroeit van in heel Vlaanderen. We zijn natuurlijk tevreden dat in het regeerakkoord de Noord-Zuid als prioritair infrastructuurproject is opgenomen. Maar het is wel een en-en verhaal. Dus ik zou toch graag van u horen dat u 100% nog achter het Spartacusplan en het tracé staat, zoals natuurlijk met de mogelijke optie die collega Keulen hier heeft geopperd. Maar alleszins dat u achter het, samen met de hele regering, achter het Spartacusplan lijn 1 staat. Wie wenst aan te sluiten? Alle drie Limburgers, dus dat is goed bevonden. Meneer Dane. Ja, dank u wel, collega's. Zoals u allemaal wellicht weet, althans dat hoop ik, moet het Spartacusproject Limburg ontsluiten met hoogwaardige openbare vervoerverbindingen. Nu, het gaat altijd over lijn 1, de lijn Hasselt-Maastricht, maar er komen nog twee andere lijnen, ook in het vizier, de lijn naar het noorden en de lijn naar het oosten, naar Maasmechelen. Nu, mijn vraag aan u is, wat zijn uw plannen met lijn 2 en lijn 3? Meneer Janssens. Dank u, voorzitter. Ja, meneer de minister, het wordt steeds meer duidelijk dat dit Spartacus-dossier en in het bijzonder dan de lijn 1 van Hasselt naar Maastricht een absoluut fiasco wordt, vooral ook financieel. De kosten voor Vlaanderen zijn al een veelvoud van wat ze oorspronkelijk geraamd werden. En Nederland lijkt nu dezelfde weg op te gaan. En wij hebben daar als Vlaams Belang trouwens altijd op gewezen, zowel lokaal als provinciaal als hier in dit Vlaams parlement. Terwijl er partijen zijn,
Niet waar, mevrouw Jans, die in de gemeenteraad van Hasselt tegen zijn en hier in het Vlaams parlement en in de Vlaamse regering voor het Spartacus-project. Meneer minister, ik denk dat vasthouden aan dit Spartacus-project dat een grote blunder zou zijn. Spartacus is geen oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Limburg. Ze verergert ze alleen nog. En de financiële kater wordt ongezien indien u doorgaat met dit project. Ik vraag u dan ook in tegenstelling tot de drie vraagstellers niet om hiermee door te gaan, maar om u er ernstig over te bezinnen en niet verder te gaan met de pro-Belgisch gezinde krachten van meneer Keulen. Dank u wel, voorzitter. Spartacusplan is een totaalproject met drie tramlijnen en heel wat buslijnen. Het is er juist gekomen omdat de NMBS al decennia lang in gebreken blijft om een goed openbaar vervoer in Limburg te zien. En ik ben heel blij, meneer de minister, van u te horen dat u de engagementen verder gaat nakomen, de engagementen in de kaderovereenkomst, maar ook de engagementen die in het SALK zijn opgenomen en in deze regeerakkoord ook staan. Maar dan moet het mij, en dan stel ik u ook voor dat u effectief op het terrein komt, zoals collega zegt. U kunt overleg plegen met uw minister, uw collega minister, en neem vooral collega Keulen mee, want hij kent het dossier en hij zal u zeer goede diensten kunnen bewijzen. En u kunt ook gebruik maken van de gouverneur, die daar ook zeker beschikbaar voor is. Maar het moet me van het hart, meneer de minister, hoeveel soorten N-VA's bestaan er? Want u komt uw engagementen na en u bent voor Spartacus, maar inderdaad, mevrouw Jans, de voorzitter van de commissie mobiliteit, stemt in de gemeenteraad van Hasselt altijd tegen het Spartacusplan. Dus mijn vraag is, wil de echte N-VA nu ook opstaan? Goed. Minister Wijs. Nee, ja. Alle verschillende soorten waren nu aan het opstaan. Maar als u mij toestaat. Ja, ik sta je toe, meneer. Als eerste de vraag gaat over lijn 2 en 3. We zijn hier bezig over lijn 1. U kent het statuut ook vervat in het regeerakkoord over lijn 2 en 3. Namelijk dat die in onderzoek zitten. Laten we ons hier nu eerst hebben over lijn 1. Hè, dat wordt uitgevoerd. En dat engagement staat wel degelijk vervat in het regeerakkoord. En als u zegt, collega, dat is een blunder, de uitvoering daarvan. Wel, uw woord houden vind ik op dat vlak nooit een blunder. Dat is een engagement in het regeerakkoord en wij zijn personen die trachten ons woord altijd gestand te doen en dus ook op dit vlak het regeerakkoord uit te voeren. En ik noteer ook dat men zegt, ja, u weet niet meer op dit moment. Ik weet natuurlijk wel meer. Ik heb u gezegd als een goede huisvader dat ook juridisch onmiddellijk een en ander laten onderzoeken hebben. Dus ik weet dat wij sterk in onze schoenen staan. En dat wij ook voorbereid en vastberaden het gesprek kunnen aangaan. En desgevallend, op suggestie van de oppositie, zal ik ook een lid van de meerderheid meenemen naar Hasselt. Ongetwijfeld weet u daar ook niet alleen de goede sporen liggen, maar ook andere locaties die we kunnen frequenteren. Goed, slotopmerking. Mevrouw Jans. Ik wil ook wel mee op bezoek naar Maastricht, hoor, meneer minister. Maar goed, mevrouw Liete, als u vraagt van wat is de N-VA, u moet weten dat iedere N-VA uniek is. Zeker een Limburgse N-VA is uniek. Wat de discussie in Hassel betreft, mevrouw Liete, u moet het maar aan de schepen vragen. Als het huidige stadsbestuur niets wil doen voor de verkeersveiligheid in de wijken waar het traject langskomt, dan vind ik dat zeer spijtig. Maar dat is een heel andere discussie. We moeten hier de gemeenteraad van Hasselt niet overdoen. Maar wat voor mij belangrijk is, meneer de minister, dat u inderdaad aan tafel gaat zitten met de Nederlanders en dat er zeer duidelijk gesteld wordt dat iedereen verantwoordelijk is voor het budget wat iedere partij daarvoor uitgetrokken heeft en dat de ene niet de lasten bij de andere kan leggen. Dank u wel. Meneer Keulen. Minister, u heeft daarnet iets heel moois gezegd. Met name uw woord houden dat eigenlijk cruciaal is in de politiek. Dat is eigenlijk inderdaad de alfa en de omega van de politiek. Dat is uw geloofwaardigheid. Een project wat al 10 jaar loopt. Als je nu zegt op het einde de boeken dicht, dan denk ik dat we als politieke klasse allemaal verliezen. Niet alleen in België, ook in Nederland. En dat is zowel van Brussel tot op het lokale niveau. Twee, ben ik heel graag bereid om mee te helpen om dit dossier te voleindigen. En dan ben ik ook de eerste om u alle krediet te geven en dat ook naar buiten uit te dragen. Dat gij hebt gezorgd dat finaal uiteindelijk die sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht, dat die gerealiseerd wordt. Opmerking?
Dank u wel, meneer de minister. Duurzame combi-mobiliteit is een prioriteit in uw beleidsnota. Efficiënte tijds- en kostenverplaatsing is ook een doelstelling. Ik denk dat het Spartacus-project echt een prototype is wat kan vallen onder deze prioriteiten in uw beleidsnota. Dus ik ben dan ook zeer tevreden dat u hier officieel bevestigt dat u dat verder zal zetten. En ik vertrouw er dan ook op dat u zal aandringen bij de Nederlandse collega's om ook hun verplichtingen na te komen en zo spoedig als mogelijk de realisatie hiervan in uitvoering te zien gaan. Dank u wel. Dank u wel. Applaus voor mevrouw Christiaans. Eerste optreden. Is dat juist? Dat was het eerste optreden van u, hè? Proficiat. De volgende actuele vraag is van de heer Lorin Parijs tot de heer Ben Weitz over mogelijke fraude bij autokeuringen in Vlaanderen en de bestrijding ervan. Meneer Parijs. Goedemiddag collega's. Meneer de minister, u maakt van verkeersveiligheid heel terecht een van de speerpunten in uw beleid. Nu, goede verkeersveiligheid, dat begint uiteraard met het zeker weten dat ons wagenpark, dat zich op ons Vlaams wegennetwerk bevindt, dat dat ook effectief verkeersveilig is en dat dat ook de nodige technische keuringen heeft doorstaan. Wij doen daarvoor een beroep op autokeuringscentra en iedereen, denk ik, kent wel de groene kaart die dat je dan in uw postbus krijgt. En daar staat op uw veiligheidsgarantie. We controleren op een totaal objectieve wijze de goede werking van uw voertuig. Sinds kort is Vlaanderen bevoegd sinds de zesde staatshervorming voor die autokeuringscentra. En vrijdag was er dan het bericht dat over de autokeuring van Voorst en Anderlecht ging, waar dat er fraude en corruptie in het spel zou zijn. Er zijn 36 huiszoekingen gebeurd, er zijn 30 verhoren die hebben plaatsgevonden en er zijn 6 arrestaties gebeurd in een groot corruptieschandaal, waarin eigenlijk groene kaarten werden afgeleverd voor auto's die niet verkeersveilig zijn. Nu, het parket heeft daarover een verklaring afgelegd en de woordvoerster van het parket die zei daarover: deze corruptie is van een enorme omvang en houdt misschien niet op bij de centra die vandaag geviseerd worden. De gevolgen voor de veiligheid op de weg kunnen bijzonder ernstig zijn. En als je dat verhaal neemt en je eindt dat dan op een verhaal dat op het einde van vorige maand in Belang van Limburg stond, waarin honderden lezers hun klachten over autokeuringscentra binnensturen, en waarin dat er zeker 50 waren die zeiden van kijk, ik heb een rode kaart gehad, maar ik heb mijn auto kwartier later opnieuw voorgereden en ik kreeg een groene kaart. Dan is mijn vraag aan u, meneer de minister, heeft u zicht op een eventuele potentiële problematiek bij autokeuringscentra die onder Vlaamse bevoegdheid vallen en wat kan u daaraan doen? Minister Weitz. Dank u wel. Collega, u weet, wij zijn nog maar net bevoegd eigenlijk sinds juli. En er is natuurlijk een onderscheid tussen enerzijds de klachten die bestaan over de keuringen, waarbij dan men zegt op basis van futiliteit, dan gaat het dan dikwijls een licht of zo dat niet naar behoren functioneert en dat men zegt ik meld dat aan bij een andere keuringsdienst en dan lukt het wel. Dat is één zaak. Anderzijds gaat het natuurlijk over fraude. Dus de Anderlechtse casus en de casus in Vorst gaat over totaal verwerkelijke fraude. De inspectie gaat niet over het inspecteren van kastrol, maar uiteindelijk over een fraude waarbij uiteindelijk mensenlevens het gevolg kunnen zijn. En ik ben eens nagegaan, ja, wat zijn bij ons vandaag, eigenlijk wat zijn de federale, wat is het federaal controlesysteem? Dus enerzijds, er zijn altijd 2 inspecteurs die een wagen inspecteren. 2, er is een systeem van interne controle waarbij dat een steekproef gewijs, dus om de 40 wagens, moet een andere inspecteur, maar wel van dezelfde keuringsdienst, ook nog eens de auto gaan inspecteren en dan wordt er gekeken of dat die inspecteur tot dezelfde conclusie komt. 3, is er een externe controle die vandaag nog altijd door de federale overheidsdienst wordt verricht, de federale overheidsdienst mobiliteit, dus we hebben dat zelfs nog niet in handen, pas vanaf volgend jaar. En die externe controle die gaat over de inspectie van het materiaal en over de inspecties zelf. Die worden nog eens gecontroleerd. Ik heb een herhaling van deze casus, maar het was al gepland, overleg gepland met de beroepsvereniging, de federatie, GOKA enerzijds en met Federauto anderzijds. Dat is 2 en 3 september, is dat al ingepland om te kijken hoe dat we kunnen op termijn naar een hervorming van dat landschap
eventueel kunnen gaan, maar op korte termijn alleszins kunnen we kijken hoe dat we nog meer de veiligheid kunnen garanderen en anderzijds kunnen we verhinderen dat er nog klachten die van een andere aard zijn, herhaal ik nog eens, dat we die maximaal kunnen vermijden. Meneer Parijs. Ja, prima. Ik wil onderstrepen dat de Vlaming uiteraard betaalt om naar zo'n centrum te gaan en zijn auto te laten keuren. Dan moet hij uiteraard weten, er zijn al heel wat controlesystemen, dat wat hij krijgt ook echt waar is voor zijn geld. En het persbericht van Federgon van deze voormiddag maakt daar eigenlijk ook allusie op. Het feit dat het niet alleen over verkeersveiligheid gaat, maar dat het ook het vertrouwen zeg maar, in de markt van tweedehandsauto's kan ondermijnen. Dus mijn bijkomende vraag is, zijn er dingen die we kunnen leren uit het buitenland qua controlemechanismes die we hier ook zouden kunnen toepassen bovenop de reeds bestaande controlemechanismes die al in plaats zijn? Goed, dank u wel. Wie wens aan te sluiten? Keulen. Ja, niemand, nee. Groen ook niemand. Mevrouw Piraat. Mevrouw Brouwers. Dank u, voorzitter. Ik ben akkoord met collega Parijs dat de gevolgen voor de verkeersveiligheid van frauduleuze controles wel desastreus kunnen zijn. Maar er zijn nog andere gevolgen die toch ook zeer belangrijk zijn, onder andere voor het leefmilieu. Want alle dieselwagens worden na verloop van tijd ook op de uitlaat, dus op de uitstoot gecontroleerd. Dus dat moeten we ook in rekening nemen. Volgend jaar, heb ik begrepen, meneer de minister, worden wij dus bevoegd voor de controle op de controleurs. En ik wou eigenlijk toch specifiek aan u vragen om de controles zeker op te drijven. Blijkbaar is het nodig. De vraag is hoe dat u nog verdere verbeteringen ziet. U zegt, ik ben in overleg, maar heeft u daar misschien al wat meer concreet zicht op? Dank u. Collega Keulen. Voorzitter en collega's en minister, ik denk dat je moet vooral opletten nu het kind met het badwater niet weg te smijten. Als daar inderdaad een probleem is van 10% bij die autokeuringscentrales, is dat 10% te veel. Mijn ervaring is als automobilist, ik ga dan naar As in Limburg, dat dat daar zeer correct gebeurt. Maar ik vind uw piste wel heel goed om met inderdaad de beroepsfederatie en Federauto rond de tafel te gaan zitten, om de rotte appels eruit te halen, want dit gaat over een punt van geloofwaardigheid en ook hun voortbestaan. Dat is voor hun een grote dreiging, minister, want de garagisten willen die controles overnemen. En ik vind niet dat je dat moet doen, maar als zij natuurlijk niet kunnen zorgen dat ze die selectie doorvoeren tussen de ernstige autokeuringscentrales en diegenen die het allemaal niet zo nauw nemen. Het gaat hier uiteindelijk ultiem over mensenlevens. Ja, dan moet je die piste van die garagisten die de controles overnemen, dan moet je die toch altijd achter de hand houden. Maar ik vind dat iedereen een tweede kans verdient. Dus responsabiliseer de sector en responsabiliseer die autokeuringscentrales voor absoluut solide, absoluut geloofwaardige controles in die centrales. Mevrouw Piraat. Ja, meneer de minister, een ander soort van fraude die heel gekend is, is de tellerfraude. U weet wel, het terugdraaien van de kilometerteller. Vooral naar het schijnt bij importauto's uit Duitsland zou dat veel het geval zijn. Nu, Federauto heeft daar het systeem van de CarPass, denk ik, ontworpen. Maar bijvoorbeeld in Nederland gaat men daar nog veel verder in. En bij elke keuring bijvoorbeeld wordt de tellerstand genoteerd in een database. Mijn vraag is of u van de bevoegdheden die naar Vlaanderen gekomen zijn, om daar ook nog verder in te gaan, om dat te beperken. Minister Weitz. Ja, dank u wel. Ik wil niet altijd te zeer vooruitlopen natuurlijk. Als je verwijst naar voorbeelden in het buitenland. In het buitenland is het nogal disparaat en heel anders georganiseerd, ook met geprivatiseerde systemen. Dus wij zijn bezig momenteel met een screening. 1, 2, met overleg met de sector aan beide zijden, zowel de autohandelaars als de exploitanten van de keuring zelf. En op basis daarvan zullen we acties ondernemen en kijken of dat er een meer fundamentele ook hertekening van dat landschap nodig is. Meneer Parijs, slotopmerking. Nee, ik wil de minister bedanken voor zijn antwoord. Wij kijken uit naar het overleg dat hij zal hebben met de federaties. En uiteraard zullen wij vanuit het parlement dit als een belangrijk dossier blijven opvolgen, want het gaat tenslotte over mensenlevens. Goed, dank u wel. Volgende actuele vraag is van mevrouw Caroline Bastiaans, tot de heer Ben Weitz. Over de toegankelijkheid van de lijn voor personen met een handicap. En een gelijkaardige vraag van collega Joost van den Broeke. Mevrouw Bastiaans. Dank u wel,
voorzitter. Meneer de minister. Openbaar vervoer dat niet voor iedereen toegankelijk is, is geen openbaar vervoer. Dat was een uitspraak van u afgelopen weekend in het kader van de campagne van Hart voor Handicap. Een uitspraak waar dat ik ook mij volledig bij kan aansluiten en wil aansluiten. Toegankelijkheid en integratie zijn twee belangrijke uitdagingen waar dat we met z'n allen voor staan, waar dat we elke dag aan moeten werken, stap voor stap. En in dat kader hebt u dan ook afgelopen weekend een aantal beloftes gedaan, een aantal engagementen genomen om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor personen met een handicap in de toekomst te verbeteren. U stelde in het vooruitzicht dat de reservatieplicht voor personen met een handicap op termijn zou uitoven, dat we de halteinfrastructuur verder gaan verbeteren, zodanig dat personen met een rolstoel gemakkelijker die bus of die tram kunnen nemen. Hetzelfde met de bus en de trams die zelf ook aangepast moeten worden om die rolstoelen eigenlijk toe te kunnen laten. Allemaal heel terechte engagementen die zeer belangrijk zijn, maar het zijn, en u hebt het zelf ook al aangegeven, engagementen op langere termijn. Ze zullen tijd en middelen vragen om die gerealiseerd te krijgen. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat we ook op korte termijn een aantal maatregelen zullen moeten nemen om die toegankelijkheid van het openbaar vervoer te verbeteren. En die moeten niet altijd veel geld kosten. Ik denk dat we af en toe ook heel praktisch moeten nadenken. En in dat kader zou ik u eigenlijk naar uw standpunt willen vragen over het verbod van de scootmobiels op de trams. Ik denk dat op dit moment het verbod heel wat mensen met een handicap hindert om vlot en zelfstandig het openbaar vervoer te kunnen gebruiken. Meneer Mendes, de uitspraak van u. Meneer Van den Broeke. Dank u wel, meneer de voorzitter. Collega's, we hebben hier enkele weken geleden nog gediscussieerd over het feit dat Vlaanderen zijn verplichting in het kader van het VN-verdrag voor inclusie van mensen met een handicap niet nakomt. Dat er nog heel veel werk aan de winkel is en dat geldt ook voor het openbaar vervoer. Meneer de minister, ik ben ook blij dat u uw nek heeft uitgestoken, dat u zeer duidelijk te kennen heeft gegeven dat het openbaar vervoer absoluut moet toegankelijk zijn voor iedereen. En er zijn effectief bijna 200.000 Vlamingen, meneer de minister, die een netabonnement hebben voor mensen met een beperking en die echt rekenen op die bus en tram. En we maken het hen op dit moment bijzonder moeilijk om daarop te kunnen rekenen. Er is het archaïs reservatiesysteem dat dan nog een keer verschilt van provincie tot provincie. Niet alle bussen zijn toegankelijk, niet alle perrons zijn toegankelijk. Er zijn heel wat ingrepen die kunnen gebeuren, die nog altijd niet gebeurd zijn. En u heeft een aantal maatregelen aangekondigd waarmee u zegt van ik ga daar iets aan doen. Ik vind dat zeer goed, maar de reacties op die maatregelen zijn niet onverdeeld positief. Er is meneer Mustafa Keur, een van de voorvechters, die gisteren in de Standaard laat optekenen van ja, ik vind het toch een beetje too little, too late. Hij wijst erop dat een aantal van die maatregelen op lange termijn in het vooruitzicht worden gesteld. Misschien kan u op dat punt een meer geruststellende boodschap geven. Maar is bijvoorbeeld ook de gebruikersgroep van mensen met een visuele handicap, voor wie u een app heeft uitgewerkt, een app met halteaankondiging, die zeggen van oké, dat is goed dat er zo'n app komt, maar niet iedereen van ons gebruikt een smartphone. Het is ook niet altijd evident om een smartphone te gebruiken in een zeer volle bus en dergelijke. Wij verwachten dat ook een aantal andere ingrepen gebeuren, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van markeringen aan de haltes. Zorg ervoor dat die praatpalen aan de stations dat die werken. Dat blijkt ook niet altijd het geval te zijn. Dus sluit de vraag. Er zijn nogal wat busstations waar alle bussen aan dezelfde perron stoppen. Zeer moeilijk. Mijn vraag is dan ook, meneer de minister, kan u specifieren welke maatregelen u precies wanneer zal nemen? Dank u wel. Minister Weitz. Dank u wel. Wel, misschien beginnen met de eerste vraag naar aanleiding van de scoot, want die discussie hebben we eigenlijk ook gevoerd in de commissie afgelopen donderdag. En de lijn is daar ook mee bezig. Wat is het probleem, of de problematiek, zal ik maar zeggen, dat er steeds meer en nieuwere hulpinstrumenten, hulpmiddelen bestaan voor personen met een beperking. Wel, in samenspraak met de dienst voor personen met een handicap, dus, en de lijn wordt eigenlijk gescreend. Elk hulpmiddel wordt gescreend en wordt bekeken wat kan meegenomen worden op bus, tram, hoe moeten we dat doen en wordt dan gelabeld. Daarmee is men al bezig. Twee, ik heb inderdaad bepaalde engagementen aangegaan op een dag van Hart voor Handicap. Meer bepaald met betrekking, ik ben vertrokken van de stelling dat vervoer dat niet toegankelijk is voor personen met een beperking, er is geen openbaar vervoer, er is gewoon vervoer. Vandaar dat we, denk ik, moeten streven naar enkele punten. 1.
de reservatieregel, waarbij dat 24 uur op voorhand, maar eigenlijk 48 uur op voorhand, personen met een beperking moeten bellen naar de lijn om te zeggen van op dat uur ga ik binnen een dag of binnen 48 uur de bus of de tram nemen, kan u ervoor zorgen dat dat in orde komt. Ik vind dat we willen die regel laten uitdoven, maar ik beloof ook niks, ik beloof geen bergen. Wat ik heel duidelijk ook heb gezegd, wij gaan doelbewust gefocust te werk gaan. Dat wil zeggen, we gaan aanduiden, samen met de mensen, de gebruikers met een beperking van het openbaar vervoer, die dagelijks weten waar de knelpunten liggen, gaan we de prioritaire assen aanduiden die dat we eerst gaan uitrusten en die dat we dus ook gaan labelen, zodoende dat we rechtszekerheid kunnen bieden. Dat we kunnen zeggen van die prioritaire assen, minstens die, zijn gegarandeerd toegankelijk voor personen met een beperking. Een tweede engagement gaat hem over vooral het gegeven dat we een expertengroep, en dat moeten er niet veel zijn, enkele personen, zoals meneer Kerr, Mustafa Kerr, willen opnemen in een expertengroep, en experten is in deze die mensen met een beperking die vanuit hun eigen praktijk in contact worden gebracht met de technici die het op het terrein moeten uitvoeren. En dat is tweerichtingsverkeer, want ik spreek ook met die technici en die hebben hele, soms ook terechte en welgemeende opmerkingen die ze formuleren, dat ze zeggen, ja, maar dat is niet veilig en die hoek en je moet dat kunnen draaien. Dus dat die in dialoog met elkaar treden, want dat is vooralsnog niet echt gebeurd. En zo zijn er nog verschillende engagementen die ik inderdaad heb genomen. En onder andere, meneer Mustafa Kerr heeft erop gereageerd met te zeggen van, ja, een beetje vanuit een bitterheid. Wel, maar dat zal mij niet tegenhouden, in tegendeel, dat is een motivatie. En ik verwijt hem dat niet en ik begrijp dat volledig dat daar enige bitterheid en frustratie is ingeslopen. Ik begrijp dat. De kwestie is gewoon van, gaan we eraan werken? Het antwoord is volmondig ja. Bastiaans. Dank u wel, meneer de minister. Uiteraard ben ik ervan op de hoogte dat er samengezeten wordt tussen de mensen van het VAP en de lijn om te komen tot een soort labeling. Alleen loopt dat onderzoek nu al meer dan een jaar. En ondertussen kunnen mensen die vroeger gebruik maakten van de tram met de scootmobiels daar geen gebruik meer van maken. Dus vandaar mijn vraag van op welke termijn verwacht u daar inderdaad wel resultaat, zodanig dat we daar wat stappen in vooruit kunnen zetten. U hebt groot gelijk om te zeggen, elke dag opnieuw komen er nieuwe hulpmiddelen bij. We moeten zien hoe dat we dat op een veilige manier kunnen doen. Maar ja, diegenen die op dit moment zich op die manier willen verplaatsen, daar hebben we niet direct een antwoord op. En dus vandaar mijn vraag van, kunnen we niet op de een of andere manier dat onderzoek wel wat versnellen en maken dat de mensen sneller terug gebruik kunnen maken van de tram, zoals ze deden in het verleden. Meneer Van den Broeke. Dank u wel, meneer de minister. U heeft nogmaals uw intentie herhaald dat u daar absoluut werk van wilt maken. Maar ik had gehoopt om toch iets meer concrete informatie te krijgen over de timing en de maatregelen die concreet zullen worden geïmplementeerd. Ik verwijs bijvoorbeeld naar de halteaankondiging op bus en tram. Er zijn 900 bussen in Vlaanderen uitgerust met de technologie om halteaankondiging mogelijk te maken. In 2013 heeft minister Krevits aangekondigd dat zij daar een proefproject mee zou opstarten. In Hasselt dacht ik dat het zou doorgaan. Het is collega Jans trouwens die daar toen over heeft gecommuniceerd. Tot wat heeft dat project geleid? Wanneer mogen nu eindelijk halteaankondiging in bussen verwachten in Vlaanderen? In Brussel gebeurt het al. Ik denk dat dat ook in Vlaanderen moet kunnen. Goed, wie wens aan te sluiten? Mevrouw Jans. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik was eigenlijk ook zeer blij om... We hebben die discussie eigenlijk vorige week ook gehad, maar dit weekend kon ik dan de bevestiging in de krant lezen dat u echt wel wilde inzetten op de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Ik had zelf recent een schriftelijke vraag gesteld en ik vond dat wel bemoedigend, want daar blijkt eigenlijk dat in de periode 2010 tot 2013 het aantal abonnementen voor personen met een beperking eigenlijk gestegen is met 16,5%. Dus dat vind ik al een positieve evolutie, maar dat neemt niet weg dat de inspanningen tot nu toe nog niet voldoende zijn geweest. We kennen allemaal de problemen die er zijn. Het werd inderdaad door Mustafa Kerr nog eens mooi in beeld gebracht, ook het afgelopen jaar. Dus we moeten daar absoluut op inzetten. En ik wil dan ook wel ook de nadruk erop leggen dat die kleine praktische problemen, zoals de scootmobiels, zoals het feit dat er maar één rolstoelgebruiker op een bus zou mogen, zoals de reservatietijd, dat we daar echt wel concreet nu op moeten inzetten. En ik ben zeer blij om te horen dat u daar ook een expertengroep voor uit de grond zal stampen, waarbij dat we de mensen met een beperking zelf ook gaan bevragen, want zij zijn diegenen die eigenlijk weten waar dat
concrete knelpunten zitten. En dan hoop ik dat we op korte termijn vooruit kunnen. Meneer Zalska. Ja, meneer de minister, ook van mijn kant natuurlijk het gegeven dat u die engagementen hebt uitgesproken, niet meer dan terecht. Ikzelf, en ik vermoed dat u dat ook wel weet, uit eigen ervaring, ben zo eens een dag meegeweest met iemand in een rolstoel om eigenlijk bus, tram en ook trein te gebruiken. En dat is absoluut geen evidentie. Dan kom je echt wel in situaties terecht die wat mij betreft anno 2014 niet meer kunnen. Maar natuurlijk, langs de ene kant hebt u de engagementen, maar u maakt ze op dit moment eigenlijk niet echt hard. Dus ik heb een concrete vraag voor u. We weten allemaal dat de budgetten in 2015 van uw departement, dat die allemaal op besparen staan. Er is ook de opmerking van het Rekenhof geweest in verband met de fietspaden. En dus mijn concrete vraag is, hoeveel extra budget gaat u in 2015 uittrekken om eigenlijk heel dat programma uit te rollen? Want op dit moment zie ik dat binnen uw bestaande budgetten en binnen de begroting die we nu aan het bespreken zijn, niet echt zitten. Minister Weitz. Ja, dank u wel. Wel, er zijn natuurlijk geen aparte budgetten specifiek daarvoor voorzien. Waarom? Omdat het natuurlijk deel uitmaakt en dat is de aanpak die dat wij willen volgen. Als je zegt, als je uitgaat van de redenering, vervoer is enkel openbaar vervoer, als het toegankelijk is ook voor personen met een beperking, dan wil dat zeggen dat je ervoor zorgt dat automatisch al bijvoorbeeld het nieuwe materiaal dat wordt aangeleverd, en dat is ook het geval, al het nieuwe materiaal dat wordt aangeleverd, dat we in gebruik nemen, dat dat toegankelijk is voor personen met een beperking. Daar wordt geen apart prijskaartje aan gehangen om te zeggen van zoveel kosten personen met een beperking ons. Dat doen wij niet. Dat maakt net deel uit van onze logica dat we zeggen van wij gaan er altijd vanuit, zonder een apart prijsetiketje, gaan we er altijd vanuit dat wij trachten ons openbaar vervoer effectief openbaar te maken. Twee, de vragen naar de app was ik nog vergeten. Dat is ondertussen ook die nieuwe app die door de lijn is ontwikkeld en die dus werk maakt waarbij dat je op voorhand gewoon aanduidt van op welke lijn zit ik en via GPS wordt nagegaan waar de bus of tram zich bevindt en vervolgens krijgt u een melding wanneer u de gekozen halte, de door u gekozen halte, nadert. En dat is trouwens net ook getoetst, geanalyseerd door een specifieke website voor personen met een beperking voor slechtzienden. En die hebben dat geapproved. Die hebben gezegd, oké, dat is prima, dat is bruikbaar en zeer geschikt ook voor slechtzienden. Dus dat, en dan had ik nog over de praktische problemen waarover collega Jans gewacht maakt wel, dat is inderdaad, denk ik, een belangrijke stap, dat je gewoon diegenen die het uitwerken, het uitrollen en die uiteindelijk die reglementen voor de lijn vastleggen, dat die in dialoog treden met diegenen die in de praktijk staan en die dat openbaar vervoer gebruiken, ook diegenen met een beperking. Slotopmerking, mevrouw Bastiaans. Meneer de minister, u hebt niet geantwoord op mijn vraag van timing. Wanneer verwacht u concreet resultaat in het kader van de scootmobiel? Maar ondertussen hoop ik wel dat we op basis van de suggesties van de expertengroep, en zo zijn er op dit moment al wel een aantal actief in een aantal provincies, heel snel concreet een aantal praktische maatregelen kunnen nemen die elke dag opnieuw het openbaar vervoer toegankelijker kunnen maken voor personen met een handicap, maar eigenlijk met andere woorden voor iedereen. Meneer Van den Broeke. Ja, dank u wel, meneer de minister. Collega Zoska heeft de vinger op de wonden gelegd waar het gaat over de budgettaire context waarin u werkt. U hebt ervoor gekozen om stevig te besparen op de lijn. Er moet nog meer dan 16,5 miljoen euro toegewezen worden aan die besparingen. Misschien toch in het achterhoofd houden dat als u wilt dat het openbaar vervoer toegankelijk is voor iedereen, dat er dan op de eerste plaats natuurlijk nog openbaar vervoer moet zijn. Dank u. Dank u wel. Dank u wel, minister. Actuele vraag van mevrouw Freya Saes tot de heer Jo van Deurs, de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezond en Gezin. Over het beleid ten aanzien van postnatale depressies. Waar is de minister? In de koffiekamer. Ze is misschien naar huis, dat weet ik niet. Ja, wie weet. Goed, mevrouw Saes.
Minister is aangekomen. Ja, dank u wel, voorzitter. Minister, beste collega's. Deze week verscheen er een artikel in de krant in verband met de oprichting van een Facebookpagina, namelijk The Gentle Mom. Nu, deze werd opgericht door twee jonge mama's die zelf werden getroffen door een postnatale depressie. Nu, in een mum van tijd hadden zij bijna 4000 likes. Nu, we weten dat 1 op 6 vrouwen leidt aan een postnatale depressie. Nu, er wordt verwacht, als je bevallen bent, dat je op een roze wolk zit en niet op een grijze wolk. Dat je niet alleen bent met die problematiek, weten veel vrouwen niet. Ze voelen zich volledig geïsoleerd, durven daar met niemand over praten. En zo krijgen zij geen hulp, zelfs soms te laat. Nu, er heerst daar een enorm taboe rond. Niet enkel bij vrouwen, maar ook bij hulpverleners. Nu, vrouwen moeten weten dat postnatale depressie bestaat, dat zij zich niet schuldig moeten voelen, dat zij niet alleen zijn. Hulpverleners moeten de symptomen herkennen en vooral kennen. En daar ook naar ageren. Nu, wist u dat suïcide de belangrijkste doodsoorzaak is van vrouwen na de geboorte van hun kind? Nu, u weet in uw actieplan, suïcidepreventie, hecht u belang aan de preventie van zelfmoord. Nu, ik hoop dat deze vrouwen daar ook in geïncludeerd zijn. Nu, naast die suïcide heb ik ook een vraag ingediend, een schriftelijke vraag, om u te vragen of er screeningsinstrumenten zouden kunnen gebruikt worden om psychische problemen bij vrouwen vroegtijdig op te sporen. Nu, ik kreeg daar eerder een afwijzend en sumier antwoord op. En de vraag luidt aan de minister. Mijn vraag luidt, gaat u initiatieven nemen om niet enkel het taboe van postnatale depressie aan te pakken, maar ook vroegtijdig opsporen van psychische problemen in de zwangerschap en zo het psychisch leed van tienduizenden vrouwen te voorkomen? Minister Van Deurzen. Ja, collega. Misschien toch een paar dingen op een rij. Er is uiteraard een document ontwikkeld met Vlaamse experts en Nederlandse experts over de symptomen, het herkennen van de symptomen en de manier waarop je moet reageren als hulpverlener als je geconfronteerd wordt met een moeder die mogelijk een postnatale depressie zou hebben. Die documenten en die informatie, die tools, die zijn beschikbaar, die bestaan en die worden ook actief gebruikt. Kind en gezin verspreidt die ook. En het is heel duidelijk dat zowel in de periode voor de bevalling, vanuit kind en gezin, met alle distributiekanalen en contactpunten waarover kind en gezin beschikt, dat ook zwangere vrouwen daarop attent gemaakt worden en dat er ook gesensibiliseerd wordt rond dat thema. Dat gebeurt ook met de documenten, het zwangerschapsboekje en andere zaken die ook door kind en gezin verspreid worden naar de huisartsen, de gynaecologen en noem maar op. Van zodra een kind geboren is, dan ga je als ouder met het kind naar het consultatiebureau. Op 6 weken, 3 maanden denk ik dat ritme is. Wel, ook daar is men natuurlijk opgeleid om inderdaad te kijken of er mogelijk signalen zijn die wijzen op een duurzame depressie, een postnatale depressie. En dan wordt er uiteraard ook doorverwezen en worden de contacten gelegd naar de hulpverlening. Ook hier is belangrijk, we hebben daar de regio-teams van kind en gezin. We gaan ook aan huis bij moeders thuis en die teamleden die zijn ook geëquipeerd en opgeleid om die signalen te herkennen en te zien hoe ze ook mogelijk kunnen doorsturen of verwijzen of mensen adviseren om met de hulpverlening contact op te nemen. Binnenkort gaat er ook een webapplicatie publiek open. Specifiek ook voor alle mensen die in de hulpverlening daar mogelijk mee geconfronteerd worden, om juist ook vanuit kind en gezin deze documentatie, hoe ga je daarmee om en wat zijn de dingen die je te doen staat om dat meer te verspreiden. Dus ik denk dat wat dat betreft, ik kan ook zeggen de huis van het kind, ongetwijfeld ook een plaats om die competenties te verspreiden en dat, daarop te sensibiliseren. We proberen echt wel op de plaatsen waar die zwangere vrouw of de moeder die bevallen is, contacten heeft met de mensen van kind en gezin, met de huizen van het kind, met alle mogelijke
partijen om te zorgen dat daar voldoende competenties aanwezig zijn. Ik denk dat kinder- en gezinnen met deze initiatiefnemers op contact moeten opnemen, want het is uiteraard ook juist dat sociale media hierin nu ook op dit moment een belangrijke rol kunnen spelen. Maar het thema is natuurlijk bij kinder- en gezin een thema dat hoog op de agenda staat en waar men denk ik ook probeert te sensibiliseren en waarop getracht wordt om samen met experts uit Vlaanderen en Nederland te kijken hoe kan je zorgen dat mensen die in de omgeving van deze mogelijke risicogroep contacten hebben, hoe kunnen je die ondersteunen om dat te herkennen en dan ook door te verwijzen. Rosais. Dank u wel. U sprak daar inderdaad over een checklist die zou gebruikt worden bij de consultatiebureaus van kind en gezin. Nu, ik denk dat dat mooi is in de theorie, maar weinig uitgevoerd wordt in de praktijk, aangezien dat daar vooral aandacht wordt geschenkt aan het kind. Daarboven denk ik dat die checklist niet enkel daar moet liggen, maar vooral in de zwangerschap, waar dat mensen inderdaad bij de huisarts, bij de vroedvrouw en bij de gynaecoloog worden opgevolgd en daar het meeste eigenlijk contact hebben. En ten tweede, niet elke zwangere vrouw of pas bevallen vrouw neemt contact op met die consultatiebureaus van kind en gezin. Sommigen gaan gewoon rechtstreeks naar de huisarts. Dus ik denk dat daar nog een hiaat is, dat toch zeker moet aangepakt worden. Goed, dank u wel. Wie wens aan te sluiten? Mevrouw Schijvers. Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het inderdaad van belang is dat vrouwen al tijdens de zwangerschap worden begeleid. En kind en gezin heeft daar zeker een rol in, maar ook de huizen van het kind, absoluut. Na de bevalling is het natuurlijk belangrijk dat signalen worden herkend door hulpverleners, maar niet alleen door hulpverleners, door kind en gezin, consultatiebureaus, maar ook door heel wat mensen in de omgeving gewoon van mama's die pas bevallen zijn. Ik wil ook wijzen op de afdelingen moeder-kind, zoals er twee zijn in Vlaanderen, die heel goed werk verrichten, niet alleen residentieel, maar ook ambulant, ook in dagverzorging, voor mama's met hun kind die dan daar behandeld worden en die lijden aan een postnatale depressie. Meneer de minister, het is een gelegenheid voor Vlaanderen, denk ik, om die diensten verder te ondersteunen en uit te bouwen, want met de zesde staatshervorming worden die opnieuw Vlaamse bevoegdheid. Ze zijn dat vroeger geweest, nadien niet meer, nu worden ze dat terug. En ik zou u absoluut willen vragen om zeker ook hun werk verder te ondersteunen, want zij doen onmisbaar werk. Mevrouw de Bosse. Dank u wel. Ik wil graag de oproep van mevrouw Saïs ondersteunen en misschien, meneer de minister, kan u wel extra inzetten op preventie in die zin dat er een paar maanden geleden een heel interessant onderzoek is opgeleverd van professor Raas aan de KUL. Die heeft aangetoond dat de mate waarin een zwangere vrouw, dus tijdens die zwangerschap, blije gevoelens onderdrukt. En u kan dat heel eenvoudig detecteren omdat men die zelf rapporteert wanneer men er naar vraagt. Dat een zeer goede voorspeller is voor de mate waarin men achteraf kans heeft om een postnatale depressie te ontwikkelen. Met andere woorden, eerder dan curatief te werken, wat al gebeurt natuurlijk, mensen met een depressie te trachten opsporen en te helpen, kan u een heel preventief luik ontwikkelen dat vandaag niet bestaat, door simpelweg de juiste vragen te laten stellen door de gynaecoloog, waarbij men toch op consultatie komt wanneer men zwanger is, en zo te detecteren wie echt een kans maakt, een grote kans maakt, op die postnatale depressie, om die vrouwen op tijd de hulp aan te bieden, om te vermijden dat het zover komt. Dus daar is mijn heel concrete vraag aan u. Bent u bereid om op basis van dat recente onderzoek contact te nemen met de Vlaamse Vereniging voor Gynaecologen om te zien of zij dat misschien echt in praktijk kunnen brengen om ervoor te zorgen dat veel minder vrouwen en de kinderen van die vrouwen dergelijke drama's moeten meemaken? Meneer Persijn. Dank u, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij de bezorgdheid van collega Saïs. Nu, er is een adagium dat zegt, men vindt wat men zoekt en men zoekt alleen wat men kent. En ik denk dat daar het schoentje knelt. Ik denk dat de instrumenten en de kennis, de expertise dat die bestaan, dat die disparaat aanwezig zijn. En ik zou dat willen ruimer kaderen in de discussie die onlangs terug gevoerd werd rond het inkorten van het verblijf van de moeder in het ziekenhuis na bevalling. In feite zouden we moeten komen, dat zijn de aanbevelingen van experten over de partijen.
en over de corporaties, over de verschillende beroepsverenigingen, om te komen tot een soort van perinataal zorgpad, waarbij voor de bevalling, dus bij de eerste contacten met de arts, of met de gynaecoloog, of met de vroedkundige, al oog is voor alarmsignalen, zowel naar de complicaties van de bevalling toe, als naar problemen van postnatale depressie. En ik zou ervoor willen pleiten dat we nu die bevoegdheden inderdaad, zoals mevrouw Schijver zegt, naar Vlaanderen komen, dat we werk maken samen over de fracties naar een dergelijke globale aanpak, dus een perinataal zorgpad, waar dat ieder zijn verantwoordelijkheid inneemt met duidelijke werkafspraken over de verschillende corporaties. Dus een uitgestoken hand naar de minister en naar de andere fracties om daar tijdens deze regeerperiode werk van te maken. Minister Van Deurzen. Ja, collega's, ik denk allemaal pertinente, waardevolle suggesties. U heeft ongetwijfeld in de beleidsnota gelezen dat we inderdaad een focus gaan zetten op het jonge kind en op de periode van de zwangerschap. Hè. Dat is in onze beleidsnota zeker iets wat in het kader van de preventie een grote prioriteit gaat krijgen. Dus die zijn de suggesties rond een aantal sporen van aanpak zeker iets dat we kunnen meenemen of dat moet met kind en gezin opgenomen worden. Ik denk wel dat u voor zorgvuldig moet zijn, want daar zitten nogal wat relaties in naar de ziekteverzekering uiteraard. We moeten een beetje ook de coherentie van dat verhaal bekijken, maar ten gronde is er veel over te zeggen. Nu, indien er studies zijn waaruit zou kunnen blijken dat je voor een bepaalde groep die je kan afbaken, je signalen kan herkennen die mogelijkerwijze zouden kunnen wijzen op een verhoogd risico op depressie of suïcide in een andere fase, dan zijn dat dingen die wij uiteraard moeten opnemen. We hebben een Vlaams expertisecentrum, suïcidepreventie, en ik zal uiteraard vragen of zij kennis hebben van de studies en of dat daar voldoende wetenschappelijke evidentie is om daaromtrent binnen het bestaande actieplan, waar daar wordt gewerkt met een aantal afgebakende groepen, of we daar nog initiatief rond kunnen nemen. Ja, collega's, de kwestie is natuurlijk wel dat je moet proberen de boodschappen naar de vrouwen of de vrouwen die in een zwangerschapsperiode zijn, dat je daar coherentie moet in bewaren. En eerlijk gezegd, je ziet het komen, denk ik, voor de volgende jaren in ons preventief beleid. De ene boodschap is stop met roken of rook niet. De andere boodschap is let op verhoogde risico's op diabetes. Want als je een zwangerschapsdiabetes hebt, ben je later een groep met verhoogd risico. We hebben nogal wat boodschappen van preventie die wij op deze groep ook enten. En ik denk dat we moeten zorgen dat die boodschappen voldoende coherent zijn en voldoende ingebed zijn in een goed facettenbeleid. Hè. Want je kan natuurlijk verschillende campagnes naast elkaar voeren. De grote boodschap voor de volgende jaren, wat het preventief gezondheidsbeleid naar deze groep is, proberen daar geïntegreerd en coherent rond te werken, hè, zodat je eigenlijk de boodschappen ook stevig kunt maken en dat je de mensen die dan met die vrouwen in contact komen, gynaecologen, huisartsen uiteraard, dat die daarvoor ook voldoende ondersteunt. Voor alle duidelijkheid, ik denk dat Kind en Gezin rond dit thema dat wel degelijk doet en deze zorgverstrekkers daarin ook voldoende probeert te ondersteunen en te informeren. Maar met de zaken die u vandaag aangeeft, zijn er natuurlijk nog evident een aantal mogelijke impulsen en ik zal ook vragen aan Kind en Gezin om dat mee op te nemen en ook aan het expertisecentrum suïcidepreventie vragen om die studies op te zoeken en daaromtrent eens te kijken of daar iets mee mogelijk is. Mevrouw Saïs, slotopmerking. Dank u wel. Ik hoop echt van harte dat het taboe van postnatale depressie inderdaad zal doorbroken worden. Ik hoop ook dat er screeningsinstrumenten zullen geïmplementeerd worden om dit vroegtijdig te kunnen detecteren. En ik hoop inderdaad ook dat de moeder-kindeenheden kunnen uitgebreid worden naar alle provincies. Ik hoop samen met, denk ik, tienduizenden vrouwen dat dit zeker zal aangepakt worden. Dank u wel. Dank u wel. De volgende actuele vraag is van de heer Piet de Bruin tot de heer Jo van Deurzen en die gaat over de nieuwe HIV-cijfers en hoe hierop te reageren vanuit de Vlaamse bevoegdheid preventieve gezondheidszorg. Meneer De Bruin. Dank u wel, meneer de minister, meneer de voorzitter, collega's. Vorige week vrijdag maakte het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid haar jaarlijks rapport bekend met daarin de cijfers wat betreft het voorkomen van HIV en AIDS in België. Globaal stelt men vast dat het aantal nieuwe infecties in 2013 is gedaald, maar laat dit vooral geen reden zijn of laat dit vooral niet leiden tot al te voorbarig optimisme, want als we wat inzoomen op de cijfers en met name op de bijzonder belangrijke en bijzonder kwetsbare doelgroep van de MSM, de mannen die seks hebben met mannen,
dan stellen we vast dat de tendens van de laatste jaren, namelijk een stijgende tendens, ook in 2013 zich onverminderd heeft voortgezet. Tegelijkertijd, ik bedoel dan op dezelfde dag, maakte het Instituut voor Tropische Geneeskunde ook resultaten van een onderzoek bekend, namelijk een onderzoek binnen de Sub-Saharaanse leefgemeenschap in Antwerpen, een doelgroep waarvan we ook al langer uit eerder onderzoek weten dat de prevalentie van HIV bijzonder hoog is. Resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de prevalentie gelijk loopt, ongeveer 5%, met die van de doelgroep die ik daarnet noemde. Met andere woorden, ook bijzonder hoog is. Nu, deze gegevens zijn niet nieuw. In een resolutie hier in dit parlement, aangenomen al in februari 2011, wordt aan de regering gevraagd voor die twee doelgroepen bijzondere aandacht te hebben in het kader van preventie. Er zijn dan ook terecht verschillende initiatieven in die richting ontplooid. Vraag dringt zich echter op als we vandaag, geconfronteerd met die tendens binnen die beide doelgroepen, worden geconfronteerd met de cijfers, dient de vraag zich aan van moeten we niet zoeken naar andere, nieuwe of bijkomende middelen wat betreft preventie voor de verspreiding van HIV. Minister Van Deurzen. Ja, collega, u heeft het denk ik ook terecht aangegeven. We hebben de laatste jaren toch echt wel inspanningen gedaan om onze bijdrage, ook in het kader van het Nationale HIV-plan, om die inspanningen ook echt wel over heel Vlaanderen consequent uit te rollen. Hè. Je hebt dus drie grote organisaties die met deze materie bezig zijn. SOA, PASOP, VZW en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hè. U heeft het ook heel duidelijk aangegeven. Er zijn drie groepen waarop in het bijzonder wordt gefocust. Hè. Mannen die seks hebben met mannen, sekswerkers en de Sub-Saharaanse bevolking. Mensen uit het zuiden van de Sahara. Wat ik geleerd heb uit de cijfers is dat de cultuursensitieve aanpak die wij in Vlaanderen toch wel gebruiken, hè, we richten ons wel degelijk op een aantal populaties of groepen, dat die eigenlijk wel nu met een zekere evidentie onderbouwd is. Hè. Dat is een goede strategie. Hè. Dat is een strategie waar er wel wat contestatie rond is in een aantal plaatsen. Hè. Het is uiteraard een kwestie van, ja, is dat niet stigmatiserend enzovoort? Maar als je die cijfers ziet, dan denk ik dat de conclusie is, en ik zal dat ook op de studiedag maandag wat mij betreft ook nog eens bevestigen, dat die aanpak en die strategie wel degelijk de juiste strategie is. Wat hebben we gedaan de laatste jaren? We hebben wat middelen ingezet om langdurige beheersovereenkomsten, Instituut voor Tropische Geneeskunde, de VZW Pas Op, over heel Vlaanderen actief. Dus we hebben een aantal inspanningen gedaan. Maar inderdaad, het is duidelijk dat er nog een aantal, op basis van die studies, een aantal leringen zijn, een aantal strategieën die moeten waarschijnlijk bijgesteld worden of wat aangepast worden. En een van de dingen waarvan ik denk dat ze uit die cijfers naar voren komen, is dat met name de Afrikaanse bevolking, hè, waar het eigenlijk over gaat, als je het hebt over het risico dat door het Instituut voor Tropische Geneeskunde in het bijzonder wordt opgevolgd, dat we daar naar een breder verhaal moeten gaan. Je ziet dat het vooral gaat over kansarme groepen en mensen die eigenlijk ook heel moeilijk bereikbaar zijn met een hele specifieke boodschap. En dat dat beleid om succesvol te zijn, en dat we veel meer moeten kunnen rekenen op een betrokkenheid van de community, van die Amerikaanse leefgemeenschappen die hier wonen, en dat dat verhaal van die specifieke preventie als het gaat over HIV en bredere seksuele of draagbare aandoeningen, dat je daar een veel breder verhaal van moet maken. Dat moet passen in armoedebestrijding, migratiebeleid, maar er zijn een heleboel elementen die daarin meegenomen worden. En je moet daar, denk ik, het draagvlak in die samenleving, ook in die gemeenschap, ook voor kunnen creëren. En wat mij betreft zal dat alleszins iets zijn dat ik ook op die studiedag zal proberen met de organisaties die actief zijn op het terrein af te spreken, dat we proberen aan de hand van de cijfers te kijken hoe we inderdaad bijsturingen kunnen doen. Maar de grond van de zaak is onze cultuursensitieve aanpak een goede strategie. Ik denk eerlijk gezegd dat die daarin fundamenteel bevestigd wordt. Meneer De Bruin. Dank u wel. Ik dank de minister voor zijn antwoord. Ik denk ook dat de minister terecht aanstipt dat het zaak is van breed te gaan en in een preventiestrategie verschillende elementen in te bouwen. We spreken dan gemakkelijk over combinatiepreventie, waarbij we met name de klemtoon leggen op het bespreekbaar maken van de test, het snel opstarten van een behandeling en daar ook mee combineren. En de minister heeft daar eerder ook al voor gepleit, het demedicaliseren van het gegeven. Het gaat niet om ik ben ziek en ik neem een pilletje en daarmee is het gedaan. Maar die cultuursensitieve aanpak waar de minister verwijst, gaat in de breedte, werkt in de breedte. En ik kan dat dan ook enkel maar
onderschrijven. Ik hoop ook wel dat de minister de ruimte zal laten aan de betrokken partners om binnen die strategie, waarvan de principes niet moeten wijzigen, wel steeds opnieuw creatief te zijn, omdat niet zo snel wendt als een campagne. We kennen allemaal het fenomeen, een bord dat ons waarschuwt voor een gevaar. 1, 2, 3 dagen zien we het, de vierde dag rijden eraan voorbij, zonder er notie van te nemen. Dus ik hoop in elk geval dat die ruimte gelaten wordt aan de partners in de preventie van HIV. Wie wenst? Mevrouw Taalman. Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zou één kort puntje willen toevoegen tot het debat. Namelijk de aandacht voor het isolement waarin veel seropositieven zich bevinden, wat natuurlijk weegt op hun persoonlijk welbevinden. Naar aanleiding van de Wereld AIDS-dag op 1 december lanceert de Holibee-telefoon daar rond een campagne om dat stigma te doorbreken. En de vraag is aan de minister van welke initiatieven kan u nemen om dat initiatief te versterken? Dank u, voorzitter. Heel interessante vragen. En ik ben het op zich eens met de minister dat een cultuursensitieve aanpak, doelgroepen benaderen, een beetje ongeacht individueel risico, of verondersteld individueel risico, de juiste is. En uiteraard moet je dat in een breed kader zien, maar ik zou de minister en iedereen eigenlijk willen oproepen om dat breed kader vooral heel praktisch te gaan invullen. Als je naar de cijfers kijkt, dan blijkt dat er bijvoorbeeld een heel ander verwachtingspatroon is ten aanzien van een huisarts bij autochtonen en bij Afrikanen. Alleen dat onderscheid duidelijk maken aan huisartsen zou ons al een veel betere detectie van HIV-positieven kunnen opleveren. En dus een snellere detectie betekent ook dat je sneller kan gaan in hulpverlening. Blijkt dat dat vandaag op het terrein niet gebeurt en wordt als een van de verklaringen gegeven waarom er een systematische onderdetectie is. Dus die eerste lijn is absoluut belangrijk en als verantwoordelijk minister raad ik u aan om daarin overleg te treden, om op zijn minst die verwachtingen ten aanzien van elkaar 1 te kennen en 2 ook navenant correct in. Mevrouw Van den Brand. Bedankt. Ik denk dat we het hierover eens zijn dat iedereen de ondersteuning voor zijn seksuele gezondheid verdient, ongeacht uw levenspatroon of uw seksuele geaardheid. Er is redelijk veel aandacht naar de doelgroep van Sub-Saharaans-Afrikaanse mensen. Een andere doelgroep zijn de homo-mannen. Ook daar merk je, 1 op de 20 van de Belgische homo-mannen heeft het HIV-virus, maar 1 op de 6 mensen is zich maar bewust van zijn serostatus. Dus er is een enorme opportuniteit daar weggelegd. Nu, u verwijst zelf naar het Nationaal HIV-plan. Dat is het goede zaak. Er is een nationaal plan over de verschillende overheden heen om een aanpak van HIV op te stellen. U verwijst ernaar, zegt u daar in inschakeld, dat heel belangrijk is, maar daaruit volgt wel dat u een aantal eerder projectmatige voorstellen structureel zal moeten verankeren en dat u ook budgetmatig daar een aantal inspanningen zal moeten doen. Dus dat is mijn vraag, van op welke manier wilt u meer structureel uitvoering geven aan ons nationaal plan en op welke manier zal u ook financieel de nodige middelen voor vrijmaken? Collega Verstreken. De vraag ligt in de lijn van hetgeen wat de collega's hebben gevraagd en ook de vraagsteller daar op het spreekgestoelte. Vorig jaar werd het Nationaal HIV-plan goedgekeurd en daarin werd ook een expliciete vraag naar voren gebracht en dat was de rol van had te maken met de rol van de huisartsen. In hoeverre worden die daarin betrokken en vooral ondersteund? Dus deze bijkomende vraag, en zoals u zelf heeft gezegd, er wordt een goed beleid gevoerd hier, ook de vorige jaren. Nu en dan dit onder de aandacht brengen is noodzakelijk, blijft noodzakelijk. En af en toe moeten die strategieën inderdaad bijgesteld worden in het kader van de Wereld AIDS-dag. Maandag aanstaande is dit een goed onderwerp. Maar ik wil er ook nog even aan vragen van, hoe staat het al dan niet met het inzetten op gebruik van condoom? Want bij jongeren, tegenwoordig, er worden verhalen de wereld ingestuurd van tegenwoordig met pilletjes en andere dingen kan dit opgelost worden. Wordt daar naar de toekomst toe ook nog de nadruk op gelegd? En ik wil heel kort een voorbeeldje aanhalen. In ontwikkelingslanden, in heel veel scholen in ontwikkelingslanden, vind je dat probleemloos op de speelplaats. Bij het binnenkomen in de school vind je condooms. Er wordt daar open over gesproken. Bij ons is het toch nog wel wat taboe. Dus hoe kan dat doorbroken worden? Minister Van Deurzen.
Ja, collega's, een debat over het beleid met betrekking tot seksuele gezondheid is natuurlijk een breed debat. Het is heel duidelijk dat het gebruik van condooms en veilig vrijen dat dat een onderdeel is van onze preventiestrategieën. We proberen dat met de partnerorganisaties waarover wij beschikken, uiteraard ook in die levensdomeinen waar die boodschap moet kunnen gebracht worden, om dat op een goede manier te brengen. Dus dat lijkt mij iets dat eigenlijk tot een duurzaam onderdeel van het Vlaamse preventiebeleid, als het gaat over seksuele gezondheid, eigenlijk is behoort op dit ogenblik. De vraag naar de eenzaamheid, mevrouw Taalman, ja, dat is natuurlijk een heel breed verhaal. Hè. Uiteindelijk eindigt alles met het feit dat je mensen moet proberen te doen participeren in de samenleving, dat je dingen bespreekbaar moet maken, dat je een luisterend oor moet hebben. Ik ben uiteraard altijd bereid om met organisaties die denken dat je daar vanuit de welzijnsinvalshoek een bijdrage kunt aanleveren, om daar het contact mee te hebben. Uiteindelijk is dat ook het fundament van een vermaatschappelijking van de zorg, dat je veel meer alertheid in de samenleving hebt bij vele actoren als het gaat over een aantal specifieke problematieken. Dus wat mij betreft, gesprek is mogelijk. Het is alleen niet de minister bevoegd voor welzijn die dat thema in al zijn breedheid in zijn vakgebied heeft. Dat is een hele brede problematiek. Hè. Maar dus altijd bereid tot dat gesprek. Ik vind de opmerkingen over de manier waarop huisartsen en gezondheidswerkers sensibel zijn voor deze materie is een terechte opmerking. Hè. Want een van de zaken die waarschijnlijk in die aanpak misschien nog eens heel uitdrukkelijk moet meegenomen worden, is dat we ook onze gezondheidswerkers, die geconfronteerd worden met de groepen die wij hier definiëren als groepen waarop we toch zouden moeten kunnen extra inzetten en kijken hoe dat we met onze boodschap en onze screening enzovoort daarbij terecht kunnen. Wel, het is heel duidelijk dat we die gezondheidswerkers daar sensibel voor moeten maken. Hè. En dat we moeten proberen in het ziekenhuis, bij de huisartsen, te zorgen dat op het moment dat er een contact is, dat men voldoende mee is om te weten, hè, moet ik hier vanuit dit perspectief ook een gesprek voeren, een vraag stellen, informatie of een contact of een overleg over provoceren. Dus daarmee absoluut akkoord. Het HIV-plan nationaal, toch nog even zeggen. Wij hebben met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, met de VZW pas op, in 2012 nog onze beheersovereenkomsten afgesloten. Precies omdat we weg moeten uit het projectmatige en het geheel willen uitrollen over heel Vlaanderen. En we hebben onze partnerorganisaties uiteraard allemaal gevraagd om de acties die zij ondernemen, en waarvoor we duurzame financiering hebben, ook de volgende jaren, om die ook te enten op de afspraken die we gemaakt hebben in het kader van het Nationale HIV-plan. We zullen dat plan terug moeten een beetje activeren, hè, want ja, met de vorming van de regering moet er terug nu op het interministerieel niveau, denk ik, een aantal zaken opgelijst worden. Maar wat ons deel in dat plan betreft, hebben wij in ieder geval onze partners op het terrein gevraagd om zich daarop te aligneren. En hebben we dat ook verduurzaamd in de beheersovereenkomsten die we een aantal jaren geleden hebben afgesloten. Meneer De Bruin, slotopmerking. Dank u wel, meneer de voorzitter. Aansluitend bij het concrete probleem waar het collega al op wees, namelijk vereenzaming van mensen die met HIV gediagnosticeerd zijn, worden zij vaak geconfronteerd met een bijkomende problematiek van uitsluiting en discriminatie. Ik denk dat dat ons allen aanbelangt en dat Wereld AIDS-dag 1 december een uitgesproken gelegenheid is om daar een warm, solidair antwoord op te geven. En ik nodig alle collega's daar dan ook vooruit om elk op zijn, op haar manier daar een steentje toe bij te dragen. Dank u wel. Dank u wel. Laatste actuele vraag is van de heer Dirk de Kort. Tot de heer Philippe Muiters. Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Over de bestrijding van sociale dumping in Vlaanderen. Minister, we zijn blij dat u ondanks uw handicap toch naar hier gekomen bent. Wij waarderen dat zeer. Maar ik heb begrepen dat u rechtstaand beter af bent dan zittend. Dus. Minister heeft een soort hernia. U ziet dat toch aan de minister. Goed. Voorzitter, meneer de minister, en bedankt dat u ondanks die omstandigheden hier ons toch ook te woord wilt staan. Maar ik denk dat het toch wel ook wel van belangrijk is dat we hier eigenlijk verder eigenlijk gaan omtrent sociale dumping. Het is al meermaals ter sprake gebracht dat het in verschillende sectoren een probleem is. Horeca, transport, maar ook de bouwsector. En verschillende eigenlijk hebben daaromtrent toch wel alarmerende berichten vorige week eigenlijk naar voren gebracht. Dat we horen dat eigenlijk in de bouwsector die dat goed is voor 200.000 jobs, dat vanaf 2011 dat daar 12.000 jobs zijn verloren gaan
en dat als er geen verdere maatregelen worden getroffen, dat tegen het einde van deze legislatuur nog eens 40.000 jobs daarin verloren gaan. En dan denk ik dat we met z'n allemaal moeten zeggen van, dan moeten wij zorgen dat dat niet verder kan gebeuren. En uiteraard, meneer de minister, er zijn een aantal zaken die op federaal vlak verder eigenlijk moeten worden opgevolgd. Maar ik denk dat het ook onze verantwoordelijkheid is om te gaan kijken binnen Vlaanderen wat wij eigenlijk kunnen doen op Vlaamse werven en of dat wij bij aanbestedingen vanuit Vlaanderen, bij eigen uitvoering van overheidsopdrachten, daaraan iets kunnen doen. Minister Muiters. Dank u wel. En u hebt natuurlijk gelijk. Het is op drie vlakken dat je daar iets kan en moet aan doen. Dat is Europees. Ik denk aan de detacheringswetgeving die collega Marjan Thijssen daar eventueel kan verstrengen, specifiek naar die sociale dumping toe. Die is ook federaal. Ik kom daar zo dadelijk terug. En Vlaams. In Vlaanderen hebben we natuurlijk de inspectie rond alles wat uitzendarbeid, maar ook op de arbeidskaarten betreft. Dat is een belangrijk deel. Wij doen daar toch over de 1000 controles per jaar naar die detachering, naar die interim en naar die uitzend en de migratie. Ik moet daar wel zeggen, als we bijvoorbeeld iemand hebben die vanuit Europa, want het is dan pas dat je een arbeidskaart nodig hebt, naar Vlaanderen komt op vraag van een werkgever, dat wij dan altijd de controle doen, effectief op ook het loon, of dat aan de minimumlooneisen is voldaan en of er effectief een arbeidscontract is. Dat is ook het belangrijkste wat wij in Vlaanderen kunnen doen daaromtrent. Als we kijken naar alles wat betreft bijvoorbeeld een Europese firma die hier komt werken, betaalt die voldoende? Of buitenlandse werknemers die voor een Vlaamse firma gaan werken, krijgen die genoeg? Dat is allemaal federale materie en moet daar beslist worden. Wat ik wel wil zeggen, dat is wel een belangrijke. Buiten de inspectie die wij al doen, doen wij ook inspecties samen met de federale overheid. Dat is het zogenaamd SIOT-overleg, Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst, waar we samen alle inspectie doen rond het sociale luik. Er is dan bovendien, als wij vaststellen bij onze inspectie dat er blijkbaar een overtreding is van federale wetgeving, dan maken wij een PV van inlichtingen op en geven we dat door aan de collega's op federaal niveau, zodanig dat ook die stappen verder kunnen gezet worden. Wat de openbare aanbesteding, Vlaamse aanbestedingen betreft, heb ik dan collega Homans gevraagd welke initiatieven daaromtrent zijn genomen. Er zijn er eigenlijk twee in grote blokken, maar ik ga dat heel kort zeggen. Dat zijn een omzendbrief rond hoofdelijke aansprakelijkheid die wordt uitgerold binnen de Vlaamse overheid. En is er de conceptnota rond overheidsopdrachten die specifiek daar ook op ingaat. Maar moest u daar echt meer in detail willen gaan, dan stel ik voor dat u een vraag daar nog bij stelt in de commissie aan collega Homans. Meneer De Kort. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. En het is ook goed dat u eigenlijk met uw antwoord ook aantoont dat we niet alleen moeten kijken wat er op federaal vlak dient te gebeuren, maar ook binnen Vlaanderen. En ik ga zeker en vast eigenlijk ook in de bevoegde commissie aan de bevoegde minister ook daar eigenlijk verder vragen om uitleg stellen. Wens iemand aan te sluiten? Wie wenst aan te sluiten? Mevrouw Kerbach. Mevrouw Kerbach, alstublieft. Dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, u gaf aan inderdaad dat een van de belangrijke hefbomen die Vlaanderen heeft voor de controle op sociale dumping is het controleren van werknemers die te werk gesteld zijn met een arbeidskaart. Vorig jaar zijn er, dus in 2013, zijn er 38.497 arbeidskaarten uitgereikt. Daarvan, en dus om een arbeidskaart te kunnen krijgen, moet de werkgever zich engageren om de sociale wetten na te leven. Leeft u de sociale wetten niet na, dan wordt de arbeidskaart ingetrokken. Nu, in de praktijk zou je denken dat je systematisch elke werkgever die werknemers te werk stelt met arbeidskaarten, dat je die controleert. Nu, in 2013 zijn er van die 38.788 controles geweest. Dat is 0,02% van de uitgereikte arbeidskaarten. Dus ik wil maar zeggen, ik denk dat er nog een gigantische marge is van verbetering. En het gaat niet op om te verwijzen naar de federale wetgeving, want u hebt hier de eigen bevoegdheid. Dus mijn vraag is van, waarom gebruikt u uw bevoegdheid niet systematisch om elke tewerkstelling met een arbeidskaart, die een risicotewerkstelling is, te controleren? Meneer Sinterbeen. Ja, voorzitter, het heeft een aantal jaren geduurd natuurlijk, maar ik ben bijzonder tevreden dat nu eindelijk ook andere partijen het probleem van sociale dumping
durven bij naam te noemen, meneer De Kort. Het is ooit anders geweest toen wij ook in dit dossier het voortouw namen. Het is natuurlijk wel zo dat een aantal zaken zich situeren, zoals wij allemaal zeggen, op Vlaams niveau, federaal niveau. Maar ik vind vooral op Europees niveau, en daarvoor roep ik op, meneer De Kort, en ook naar andere fracties toe, het gaat niet op om hier alleen over arbeidskaarten, controle op arbeidskaarten, voorwaarden voor arbeidskaarten. Het gaat inderdaad over de detacheringsrichtlijn en het taboe van het vrije verkeer van personen in Europa. Ik denk dat wij vooral daar moeten durven de problemen bij naam noemen en dat daar ook eindelijk de finale oplossing voor het probleem te vinden is. Ga de discussie aan over de detacheringsrichtlijn. Ga de discussie aan in Europa met uw parlementsleden over het vrije verkeer van personen. En misschien toch die bijkomende vraag, meneer de minister, inderdaad, wat betreft de sociale wetgeving. Het zou kunnen, perfect kunnen, met een clausule in te schrijven in de overheidsopdracht. Het is trouwens ook een vraag van de Confederatie Bouw, dat die firma's moeten onze sociale wetgeving naleven. Dat is ook zo. Ja, meneer de voorzitter, dank u. Meneer de minister, het is inderdaad juist dat sociale dumping, detacheringsfraude, onze Vlaamse ondernemers sterk beconcurreert op een oneerlijke wijze. En we moeten daar alles aan doen om daar tegenin te gaan. En eer u ere toekomt, de voormalige staatssecretaris voor sociale fraude heeft daar destijds, een aantal jaren geleden, wel wat initiatieven genomen, maar spijtig genoeg zeer inefficiënt. Hij heeft Limosa willen extra controleren via aangiften, teruggefloten door Europa. Hij heeft controle willen doen op sociale zekerheidsfraude, A1-documenten, teruggefloten door Europa. Dus, collega De Kort, ik denk dat u misschien uw rechtstreekse lijn met uw partijgenoot mevrouw Thijssen eens moet hanteren en vooral bij haar het initiatief leggen. En meneer de minister, mijn vraag aan u is, inderdaad, start dat overleg op Europees niveau op, want ik denk dat de knoop werkelijk daar ligt. Mevrouw Talpen. Dank u wel, voorzitter, meneer de minister. Sociale dumping is inderdaad een prangend probleem. En een belangrijk deel, dat is reeds aangegeven, is federaal materie in de oplossing. Maar Vlaanderen heeft met de staatshervorming nu de bevoegdheid om ook een beleid in zaken economische migratie te voeren. En daarom een bijkomende vraag aan u, meneer de minister. In uw beleidsnota spreekt u over een risicoanalyse om eigenlijk te bepalen welke sectoren en beroepscategorieën fraudegevoelig zijn. Bent u bereid deze analyse ook op korte termijn nu uit te voeren? Minister Muiters. Het staat in mijn beleidsnota, dus ik ben bereid om die uit te voeren, zoals dat je de beleidsnota uiteraard gaat uitvoeren. Maar ik wil toch wel zeggen, die arbeidsmigratie is natuurlijk maar een klein onderdeel. Dit gaat over de mensen die van buiten Europa, buiten de Europese Unie komen en naar Vlaanderen komen nadat ze een contract hebben gekregen bij een werkgever. Ik denk dat heel veel van de sociale dumping, waar collega De Kort over spreekt, niet te maken heeft met mensen van buiten Europa, maar ook wel mensen binnen Europa. En dan denk ik dat collega Hofkes gelijk heeft als hij zegt van kijk, dat moeten we op Europees vlak gaan aanpakken. En ik zal zeker, om u daar gerust te stellen, ik zal zowel op federaal niveau met de collega Chris Peters, dat is op Europees niveau, met Marianne Thijssen de gesprekken voeren om ieder op ons niveau de nodige maatregelen te nemen. Ik ben het helemaal niet eens, maar dat wist u. We hebben daar in het verleden, ik heb daar zelfs met uw fractievoorzitter ooit op ter zake rondgezeten, als ik mij niet vergis, waar ik heel duidelijk en heel goed heb kunnen uitleggen waarom die stelling niet juist is. Ten eerste die 38.000, vandaag zijn dat er al heel veel minder. Het was het laatste jaar. Het was het laatste jaar van de Roemenen en de Bulgaren die toen nog moesten een arbeidskaart hebben, wat vandaag al niet meer het geval is. En die controle is eigenlijk niet zo efficiënt, omdat het een één-op-één relatie gaat tussen werkgever en werknemer. Op het moment dat die relatie stopt, dan is er ook die arbeidskaart, dan mag die niet zomaar ergens anders gaan werken. En dat daar, de relatie tussen werkgever en werknemer is effectief, maar u zegt, u mag er niet achter verschuilen. Ik doe de inspectie samen met de federale en u telt natuurlijk alleen onze eigen inspectie, niet de gezamenlijke inspectie die we met de federale overheid doen. Dus ik denk, je moet daar op een efficiënte manier op inzetten. Maar dat daar werk rond moet gebeuren, dat is zeker waar. En ik denk dat het enige dat we daar naar voren kunnen brengen, is dat we effectief samen op de drie niveaus gaan werken. We hebben hier op de drie niveaus, ook op het Europees niveau, nu een Vlaamse collega. Dus ik zal met veel plezier proberen, samen met mijn federale collega, ook op Europees vlak daar de nodige invloed op uit te oefenen. Heel kort, volle opmerking.
Ja, meneer de minister, bedankt voor uw antwoord. Het is goed dat we gaan samenwerken eigenlijk op de drie niveaus om dit aan te pakken, dat we ervoor zorgen dat er geen jobs dreigen te verloren gaan. Het gaat hier inderdaad niet alleen over de dreiging van verlies van jobs, maar ik denk dat het ook van belangrijk is voor de aantrekkelijkheid eigenlijk van de sector, dat we ook zorgen voor dat het aantrekkelijk blijft, dat er ook een goede instroom ook naar de toekomst toe ook verder kan blijven. En dan moeten we toch wel een ander imago eigenlijk zorgen, ook voor de bouw. En het is goed dat het wordt aangepakt op de diverse niveaus. Goed, dankjewel. En daarmee zijn alle actuele vragen afgehandeld. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van onze werkzaamheden voor vandaag. Ja, dit is zo. We komen opnieuw beginnen op woensdag 3 december 2014 om 14 uur. De vergadering is gesloten en ik wens u een behouden thuiskomst.